Freedom to me means self-determination. It's the ability to choose. And I think that that's what we all should have a right to, and that's what we're all fighting for. Public debate is vital in a democratic society because if the public doesn't take part, then the politicians take over and decide everything for themselves. And a place like the Bali is important because that's where the public gets to say what they think and shape their opinions and listen to debate. It's incredibly important that people continue to speak out in this way. Acknowledge the limitations and taking responsibility for questioning the limitations. With knowledge comes a certain beauty. We are then in a position to take action on that. Particularly in this very noisy, fast culture, what documentary does, I think, is to take time to make meaning. Documentaire films en kunst in het algemeen is soms een plek waar de mening en waar de positie belangeloos is. Je mag er gewoon zijn, je mag leren. En de Bali is zo'n plek. Ja, hartelijk welkom na deze reclameboodschap. Ben ik blij dat ik u welkom kan heten. In het dagelijks leven ben ik directeur van de Bali. Mijn naam is Juri Albrecht, maar vanavond ben ik gespreksleider hier. We hebben een bijzondere avond. U bent blij dat u een kaartje heeft weten te bemachtigen. Er waren veel meer mensen die dat wilden, maar er zijn gelukkig ook kijkers thuis, want we zenden het uit op het internet. Dus zet u ook uw mobiele telefoon op zacht. U kunt natuurlijk mee twitteren, maar de kijkers thuis hebben er natuurlijk ook last van als hun mobiele telefoons afgaan en de sprekers al helemaal. U bent hier bij de tweede aflevering van een reeks die we zo nu en dan doen. Onder professoren, natuurlijk een kreet van W.F. Hermans, die hij niet alleen maar lovend bedoelde, maar die wij wel lovend bedoelen. Want wij vinden het belangrijk dat sommige maatschappelijke onderwerpen besproken worden door mensen die daarvoor doorgeleerd hebben en wiens vak het is om daarover te praten. Want het is toch belangrijk dat de samenleving ook besluiten neemt op grond van de overtuigingen en de inzichten van mensen die daar echt iets van weten. Dus vanavond hebben we het over de toekomst van de geestelijke gezondheidszorg en van de manier waarop we naar de geestelijke gezondheid van de mensen in het land kijken. Eerder in deze reeks hadden we professor Leo Lucassen en professor Paul Scheffer die praten over de toekomst van de migratie in het land. Dat is ook een onderwerp wat belangrijk is, maar dit is een onderwerp wat ons natuurlijk minstens zo aangaat, onze geestelijke gezondheid. En door beide heren is wel gesteld dat het crisis is in de geestelijke gezondheid op dit moment. En er zijn oplossingen aangedragen en over die oplossingen gaan we het onder andere hebben. Over de manier van kijken naar die geestelijke gezondheidszorg. En ik ben blij dat u er allemaal bent. U krijgt later in de avond ook de gelegenheid om vragen te stellen. Waarschijnlijk niet iedereen, want we zijn met veel te veel om iedereen aan het woord te laten. Dus dat is altijd spijtig. Sommigen kunnen dan in de derde helft misschien nog in het café trachten met elkaar te praten daarover. Ik wil even iedereen eraan herinneren dat een vraag, dat is een zin die meestal in de toonhoogte omhoog gaat dan aan het eind van de zin en dan een vraagteken heeft. Dat is iets anders dan een betoog. Maar dat weet u natuurlijk allemaal, want u bent intelligent publiek, anders zat u hier niet. Vanavond dus de toekomst van de geestelijke gezondheidszorg, de toekomst van de psychiatrie in Nederland en misschien ook wel een beetje gesprek over de functie van het lijden en het lijden zelf. Naar aanleiding onder andere van een interview, wat het best gelezen stuk van 2018 in het NRC was. Een interview met professor Damian Denis. Daar kwam een reactie op van professor Jim van Os. En dat was onder andere de aanleiding om hier te kijken naar deze onderwerpen. En ik ben ongelooflijk blij, heren, dat u hier bent en dat u de tijd neemt om eens uitgebreid dit soort dingen te bespreken. En dat u daarvoor komt. En dat is een groot voorrecht, denk ik, dat u daartoe bereid bent. Twee sprekers dus, Damian Denis, filosoof, hoogleraar psychiatrie aan de Universiteit van Amsterdam. En sinds 2016 is hij ook voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, de NVVP eigenlijk dan. Zijn onderzoek naar hersenstimulatie, diepe hersenstimulatie, onder andere psychiatrische aandoeningen, heeft hem internationale faam verworven. Hij heeft boeken geschreven, hij studeerde aan de KU in Leuven, hij promoveerde cum laude in Utrecht. En hij is zeker geen onbekende in de media. We zullen hem als eerste vragen om het een en ander uiteen te zetten over zijn visie. En dan vragen we professor Jim van Os om daar vervolgens ook het zijne over te zeggen. Epidemioloog, hoogleraar psychiatrie aan het Universitair Medisch Centrum in Utrecht. Voorzitter van Stichting Psychose Net en lid van de KNW, de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Hij studeerde onder andere in Jakarta, Casablanca, Bordeaux en Londen. En hij heeft ook de auteur van meerdere boeken en artikelen en lezingen. Dat geldt voor beide heren natuurlijk. Als eerste wilde ik vragen om
aan Damian Denis om hier plaats te nemen. En daarna aan Jim van Os en daarna spreken we verder. Hartelijk welkom allebei, heren. Dankjewel. Ik wil de balie danken en ook de directeur voor deze uitnodiging om aandacht te besteden aan dit onderwerp. En ik wil ook nog Jim bedanken voor zijn komst en zijn goed gemutstheid vooralsnog. Ik heb geen slides. Ik ga een tekst voorlezen. Dat leek mij makkelijker in de orale traditie van ons vak. Ik hoop dat ik het binnen de tijd kan doen. Als het verveelt, dan stop ik iets eerder. En als ik toch over de tijd kom, dan is het toch misschien nog interessant om mijn redenering te blijven volgen. Waar ik mij zeg dat ik gewoon mijn zin ga doen. Maar goed. Bestaat de ziel nog in onze moderne samenleving? Je weet wel, de ziel. Die onherleidbare, mysterieuze entiteit van de mens, die tussen geest en hersenen valt, waaraan je alles kan toeschrijven. Dat wat niet is, maar alles betekent. Wat een mens kenmerkt, zijn blauwdruk waarin we pas geloven als de wereld op het spel staat, of ikzelf, in de liefde bijvoorbeeld, door het lijden of net voor de dood. Een ziel redt de mens. Zij is de engel van ons bestaan, maar je moet wel in haar geloven. Als psychiater ga ik op zoek naar de ziel. Dan praten en luisteren naar elkaar aan de tafel. De ander met een dwingend verlangen, een nood om begrip, gooit soms brusk of geeft behoedzaam zijn zielprijs aan mij met een opdracht die iets wil betekenen. Dat is de afspraak. En zo cirkelen wij als twee hemellichamen rondom de ziel, op een veilige afstand tot die gapende leegte waarin alles kan terechtkomen, maar niets mag verdwijnen. Die afstoot en aantrekt. Ik ben inmiddels geoefend en ervaren. En vaak vind ik die ziel wel. Dan trek ik haar eruit en gooi haar plots op tafel als een spartelende vis die ik zorgvuldig ontleed, fileer met een vilijn mes, de ander verweest, achterlatend, soms boos, gelaten, bang of ontwijkend. Maar de mens doet mij niets, want om de ziel is het ons wel te doen. Dat is de afspraak. De waarheid is uitputtend. Ik ben blij als mijn taak is volbracht. Een ziel blootleggen vergt vaardigheid en kunst. Geef mij 50 minuten. Misschien maximaal 4x50 minuten. Zelden meer. Maar ik vind haar altijd, die ziel. En soms scheur ik haar helemaal aan stukken. Soms laat ik haar onberoerd, lillend kwetsbaar aan de droge lucht, naar adem happend, is zo'n ziel maar van korte duur. Als alles naar wens verloopt, dan zie ik de ogen van de ander glanzen in verbijstering en bewondering. Soms worden ze vochtig en rood uit schaamte voor wat nu op de tafel ligt. En angst tenslotte door het besef dat elke ziel gelezen kan worden, dat ze zichtbaar is en geen geheimen meer draagt. En dan gooi ik haar gewoon terug waar ze vandaan komt, veilig verborgen, diep in de borstholte achter de ribben, weet ik veel, waar ze zich bij iemand thuis voelt. Altijd is het anders. Soms kom ik te laat, dan heeft men te lang gewacht en dan is de ziel al verdronken. Dan krijg ik met moeite een zwart geblakerd blad op tafel dat bij de minste aanraking verpulvert. Maar nog nooit zag ik een mens zonder ziel. Ik heb ze zo vaak blootgelegd, zeg ik dan, maar helaas wordt het niet vergoed. Het kost te veel tijd en men wil me maar niet geloven als ik spreek over de ziel. Bestaat de ziel nog in onze moderne samenleving? Ik wil openen met de GGZ-paradox. Er is iets geks aan de hand, vind ik, in Nederland. Nederland heeft 26 psychiaters per 100.000 inwoners. En dat komt daarmee op de derde plaats wereldwijd met de psychiaterdichtheid na Monaco met 42 en Noorwegen met 27. Wereldwijd, dat heb ik al verschillende keren gezegd, zijn er ongeveer 9 hulpverleners voor 100.000 inwoners. Maar in Nederland zijn er 529. Maar liefst 90.000 mensen houden zich in Nederland bezig met de GGZ. Met 7,3 miljard kent Nederland de hoogste GGZ-uitgaven binnen Europa. En jaarlijks krijgen hiervoor bijna 1 miljoen patiënten psychische hulp.
Nederland is een land met de beste infrastructuur, de beste wetenschap, en ik kan het weten, want ik ben buitenlander, de meeste hulpverleners en het meeste geld. En toch zijn er wachtlijsten, ontevreden patiënten, stijging van verwarde personen, stijging van suïcide, ontevreden personeel en een geblameerde psychiatrische discipline. En dat is de GGZ-paradox. Nooit meer voorzieningen en ook nooit meer ontevredenheid. Hoe komt dat? Sommigen zeggen wel, het stelsel klopt niet. Alles is er, maar het systeem werkt niet. De marktwerking werkt niet. De zelfregulering werkt niet. De financiering is te complex. Er is te veel administratie, overigens met 20% toegenomen, waardoor er productieverlies optreedt. Er is versnippering in het veld. Er is beleidsincompetentie van VWS en er is heel, heel veel wantrouwen in die sector. Als je ernaar kijkt als buitenstaander, dan lijkt de GGZ in Nederland een beetje als een vrijkaartje krijgen voor de Efteling, waar je nergens terecht kan omdat de wachtrijen voor de attracties te lang zijn, je ofwel voor gesloten deuren staat wegens personeelsgebrek of niet voldoet aan de voorwaarden om binnen te mogen. Anderen zeggen, misschien klopt het stelsel niet, maar de psychiatrie klopt ook niet. De psychiatrie is heterogeen, ze is gepolariseerd, ze is onduidelijk, vaag, abstract, subjectief, intransparant, ze is duur, inefficiënt, oudbollig, te veel stoornissen, te veel pillen. Psychiatrie is als het weer. Iedereen heeft er wel een mening over en het is nooit goed. Toch hebben ze geen ongelijk. Ergens faalt die psychiatrie. En dat heeft iets te maken misschien met de wetenschappelijke psychiatrie. En dat is ook een paradox, de wetenschapsparadox in de psychiatrie. Als je kijkt, wordt er veel gepubliceerd omwille van de publicaties. Elsevier toonde aan dat 80% van de papers die worden gepubliceerd alleen worden gelezen door de auteur en de reviewers van het blad. Wij zitten in een publicatiecarousel. Om een voorbeeldje te geven hoe dit een effect heeft op het werk dat we leveren. Een auteur wou onderzoek doen naar bipolaire stoornissen en de behandeling. En hij moest maar liefst 13.645 artikelen doorpluizen, uitzoeken om enkele maanden daarvoor, om uiteindelijk die terug te brengen tot 55 relevante studies. Dat betekent dat al die overige irrelevant zijn. En dat kostte hem maanden. Vergeet ook niet dat er volgens de DSM-5 op dit moment minstens 10.000 manieren zijn om PTSD te diagnosticeren. Het drama van de neurowetenschap, en daar ben ik het met Jim mee eens in de afgelopen 20, 30 jaar, is dat er enorm is geïnvesteerd in het vak, miljarden, en dat toch niet geleid heeft tot een substantiële verbetering van de psychiatrie of van de klinische zorg. Er is een grote kloof tussen de ontwikkeling van het onderzoek aan de ene kant en aan de andere kant aan de relevantie. Dat is ook een paradox. Zoveel investering en zo weinig uitgekomen. Overigens wil ik wel zeggen, als een pleidooi voor de neurobiologische psychiatrie, dat zij als enige discipline onvoorwaardelijk de betekenisloosheid van de waanzin aanvaardt. En daarom alleen al is relevant. Het drama van de psychiatrie is dat niet de psychiatrie de psychiatrie bepaalt, niet de wetenschap, niet de medische discipline, maar externe factoren. Het zijn sociale factoren die de richting van de psychiatrie bepalen. Men heeft steeds meer en meer ingezien dat de laatste jaren sociale determinanten veel invloedrijker zijn op de ontwikkeling van psychiatrie. De demografie, economie, sociale culturele aspecten, risico's in ontwikkeling die met preventie misschien kunnen opgespoord worden en heel veel andere factoren, allesbehalve degene waar psychiaters over nadenken. Armoede bijvoorbeeld is een heel belangrijke factor. Af en toe word ik uitgenodigd in Afrika. Ik weet dat in Zuid-Afrika ongeveer 600 psychiaters werken voor 50 miljoen mensen. Tegenover de 3.800 hier voor 17 miljoen mensen. Dat in Afrika gemiddeld 1 op 450.000 mensen, een psychiater op 450.000 ter beschikking staat, is dat 1 op 4.800. Maar dat komt natuurlijk omdat in Zuid-Afrika alleen 20% van de bevolking in staat is om de belasting te betalen. 80% van de mensen van de bevolking leeft onder de armoedegrens en kan gewoon niet eens voldoen aan de belastingseis. Kan je begrijpen dat het succes of het falen van de psychiatrie volledig te wijten is aan de armoede? Maar wat wij dikwijls vergeten is dat niet alleen armoede een rol speelt, maar ook de rijkdom. Wat is het effect van het rijke Westen op de psychiatrie?
dat wordt vaak verwaarloosd. Nederland behoort tot de 10 rijkste landen ter wereld. Dat staat in de Global Wealth Report van de verzekeraar Allianz. Er zijn meerdere lijstjes, maar goed, het schommelt tussen de 8e, 10e, 11e, 12e plek. In ieder geval volgens Allianz zou het zo zijn dat de gemiddelde Nederlander een netto vermogen heeft van €87.980. Het is helemaal niet goed verdeeld, want de top 2% van de mensen in Nederland hebben 20% van het totale vermogen, terwijl de onderste 60 slechts 1% heeft. Toch leven wij in een rijk en vermogend land. Nou, welke sociale veranderingen heeft die rijkdom hier Nederland voorspoed gebracht en hoe heeft zich dat ontwikkeld? Dat heeft gezorgd voor bepaalde ontwikkelingen die een rol hebben gespeeld in de manier hoe wij naar de mens kijken. Wij zien de mens als een autonoom persoon die het best gedijt in de grootste vrijheid, omringd door het meeste gemak en streeft naar absolute volmaaktheid. En het verlangen naar dat ideaalbeeld heeft aanzet gegeven tot hele specifieke maatschappelijke ontwikkelingen. En er zijn er meerdere, maar ik ga er 3 naar voren halen. De individualisering, de technologisering en de virtualisering. Het is heel opvallend dat in Nederland, in het Westen in het algemeen, het onderwijs, de geneeskunde, kunst, media, politiek, noem maar op, consumptieproducten, verzekeringen, auto's, vakanties, allemaal worden geïndividualiseerd, gepersonaliseerd, op maat gemaakt. Ooit zag ik dat in Nederland koffie werd gezet in die typische Douwe Egberts Mokkamaster voor iedereen. En tegenwoordig schenken we kopjes gemaakt uit persoonlijke cupjes of petjes. De individualisering komt tot uiting in onze typische westerse iconen, zoals de personal computer, selfie, YouTube of alle Apple-producten die beginnen met iPhone, iPad, iMac en zo verder. Door de techniek geloven dat de wereld en onszelf kunnen beheersen. Ik weet met buienradar wanneer en hoeveel het zal regenen. Ik beheers met mijn iWatch mijn hartslag en calorieverbruik. En ik weet dankzij Instagram wat mijn vriendinnen doen. Technologisering schetst ons de illusie van ultieme controle over mijn leven en de wereld. Ze verschaft ons de illusie van controle, maar ze ontneemt ons ook controle. Omdat wij van haar afhankelijk zijn. Zonder smartphone durven veel mensen de wereld niet meer in. Ten slotte heeft die technologisering tot virtualisering van de wereld geleid. Wij leven tegenwoordig in een fictieve, irreële omgeving en niet meer in de natuurlijke werkelijkheid. Kinderen brengen gemiddeld 5,5 uur per dag voor beeldschermen voor. Volwassenen spenderen gemiddeld 11 uur voor hun computer, telefoon of televisie. Er zijn 6 miljard smartphones en we controleren de telefoon gemiddeld 200 keer per dag. De virtuele wereld is de echte wereld geworden. De moderne mens streeft naar een mensbeeld dat ontmenselijkt. Wij hollen gedachteloos de illusie achterna van een onmogelijke vrijheid, van maakbaarheid en perfectie. En niet alleen lijken we hier niet aan te kunnen voldoen, misschien is die vrije, maakbare en perfecte wereld geen mens meer. De mens, zoals we hem nu benaderen, is een product geworden en wordt enkel als een product gewaardeerd wanneer hij produceert. Denk aan het voltooid leven. Denk aan ADHD, dat alleen maar is toegenomen. Sinds 2012 spreken wij in Nederland over de verwarde personen. Een uniek concept in de wereld. Dat bestaat niet in andere landen. En om een of andere reden is de verwarde persoon in aantal verdubbeld in slechts 4 jaar tijd. Is het aantal verwarde personen echt toegenomen of is ons onvermogen om abnormaliteit te verdragen afgenomen? De verwarde persoon toont mijn verwarring tegenover zijn persoon. Heb jij al eens nagedacht op basis van welke waarheid jij iemand abnormaal vindt? Misschien is de mens degene die ook tekortkomingen kent en moet falen om te kunnen leren. Misschien is de mens degene die creativiteit put uit datgene wat hem frustreert. Misschien is de mens wel op zijn best als hij net voldoende honger en dorst lijdt. Is er niet iets geks aan de hand? Volgens alle ranglijsten behoort Nederland tot de gelukkigste landen ter wereld. Nooit eerder was onze rijkdom groter en de levenskwaliteit beter. Scoort op gebied van onderwijs, leefomgeving, gezondheid, veiligheid en welvaart al jaren beduidend hoger dan andere landen. En toch, als je de publieke media een beetje volgt, kan je niet omheen. Nederland wordt overspoeld door burn-out, eenzaamheid, slaapstoornissen en betekenisloosheid. Is die GGZ-paradox misschien gewoon geen uitdrukking van die welvaartsparadox?
Wij leven in een complexe tijd. Voor velen is het leven te zwaar geworden. We staan voortdurend onder druk. Er zijn weinig zekerheden. Er wordt te veel van ons verwacht. We schieten voortdurend tekort. We voelen ons onophoudelijk schuldig. Uiteraard klagen Nederlanders graag. Nederlanders klagen zelfs dat te veel Nederlanders klagen. Maar het onbehagen is niet alleen een ongemakkelijk gevoel of een klaagzang. Ze worden ook ziek. 4 op de 10 mensen lijdt in Nederland aan een psychische stoornis. 1 op 5 aan een angststoornis. 1 op 6 aan een depressie. Sinds 2008 groeit het aantal zelfdodingen gestaag in Nederland. Jaarlijks plegen bijna 2000 mensen suïcide. En doen naar schatting 94.000 mensen een poging. Zelfs bij kinderen is zelfdoding verdubbeld. Hoe moet je die uitbundige gelukscijfers rijmen met de algehele uitputting van de Nederlandse bevolking? De welvaartsparadox die vindt zijn oorsprong in de kwetsbaarheidsparadox. We zijn gelukkiger dan ooit, maar plegen meer suïcide dan ooit. Hoe rijker en gelukkiger de mensen zijn, dus te vaker ze psychische hulp nodig hebben of zoeken. En in de geluksbubbel waarin wij nu leven, krijgt dat lijden geen plek. We zijn zo kwetsbaar geworden omdat we niet meer durven lijden, niet meer kunnen lijden. En hier heeft de psychiatrie merkwaardig genoeg een nieuwe rol gekregen. De psychiatrie is geen discipline, ze is een functie geworden. Het lijden wordt gepsychologiseerd, nadien wordt het gebiologiseerd en vervolgens gemedicaliseerd. Mijn jongste zoon had ooit in de klas als 13-jarige aan het staartje van een meisje getrokken. Zij vond het heel onveilig dat hij in de klas zat. En ik werd opgebeld door de docent. Die zei me dat ik mijn zoon naar een psychiater moest sturen. Niet wetende dat hij een psychiater aan de lijn had. Psychiatrie normaliseert de abnormaliteit, maar abnormaliseert wel het individu. En dat, die psychiatrieparadox, leidt dan weer tot de patiëntenparadox. De medicalisering van het lijden gaat gepaard met een ontmedicalisering van de psychiatrie. Ik wil wel erkenning van mijn lijden met een stoornis, maar ik ga niet ziek zijn. En dat is die paradox. Al die mensen die onterecht in de psychiatrie belanden, willen wel erkenning voor hun lijden, maar ze willen geen patiënt zijn. Daarom hebben we mensen nu cliënt genoemd en niet patiënt. Patiënten worden cliënten, ziek wordt psychisch kwetsbaar en behandeling wordt herstel. Maar mijn ervaring is dat degenen die het meest patiënt zijn, zich het minst bekommeren om dat patiënt zijn. Er is geen medisch antwoord op een existentiële vraag. En het helpt ook niet om de psychiatrie te ontmantelen tot een existentieel vehikel. Elke generatie zal zich tot het lijden moeten verhouden. Maar wij verhouden ons hysterisch tegenover het lijden. Ofwel ontkennen we het lijden, ofwel verheerlijken we het lijden. We ontkennen het, want mag het lijden nog wel worden beleid? Durven we het lijden te erkennen en te accepteren, te aanvaarden? Wie kan nog verdrietig zijn? Zomaar? Of tekortschieten? En als het niet wordt ontkend, dan wordt het verheerlijkt. Wij leven in een slachtoffercultuur. Ik zou het voor het gemak kunnen noemen smart. Of smart voyeurisme, smart exhibitionisme. We koketteren met ziektebeelden onder het mom van doorbreken van stigma's. Social media zegt, ik lijd, dus ik ben. Kijk, zie mij lijden. Depressiegala's, doodscolumns, openbaringen, is het niet wat schaamteloos? En toch, als je aan de cijfers kijkt, wat de stigma betreft, is er geen enkel land in Europa dat zo welwillend tegenover de psychiatrie staat als Nederland. De psychiatrie met haar medisch model vindt mijn voorkeur omdat het de mens dwingt en het lijden, haar lijden, tot reële proporties terug te brengen. Ze creëert natuurlijk een drempel. Met opzet. Ze maakt mensen tot patiënten, reduceert ze tot patiënten, zeer zeker. Maar ze brengt ook het lijden terug tot die gewenste intimiteit. Want de psychiater legt hun ziel pijnlijk bloot. Maar bestaat de ziel nog in onze moderne samenleving? Dank je wel. Dank. Ja, dank. Dus ik vind het heerlijk om naar Damiaan te luisteren. Hij spreekt met vervoering en het is een fantastisch betoog. Je laat je meevoeren en vergeet bijna dat er een debat is. En
Ik kan niks zeggen tegen Damiaans woorden. En dat had ik al voorzien, want ik luister ook graag naar hem. Je raakt bijna verliefd op hem als je naar hem luistert. Dus ik heb slides voorbereid om te voorkomen dat ik hier niks meer te zeggen zou hebben. En ik wil Damiaan graag terugnemen naar het debat. Want waar debatteren we nou eigenlijk over? En ik ga even terug naar het materiaal van de krant. Dus Damiaan zegt, we willen allemaal mooi en gelukkig zijn. En daarom is er een run op de GGZ. En Menno Oosterhoff en ik zeiden, nou, dat loopt zo'n vaart niet. En ja, dat nam een hele vlucht, die discussie. Heel veel ingezonden brieven. En uiteindelijk zag het NRC zich gedwongen een redactioneel stuk te plaatsen, zeggende van, oké, de patiënt is niet schuldig aan de crisis in de gezondheidszorg. En ze zeiden, dat vond ik wel interessant, de hartekreet van Denise kan het beste worden beschouwd als een illustratie van de crisis in de GGZ. Maar met zijn suggestie over hoe die crisis aan te pakken, zit hij niet op het juiste spoor. En dat is eigenlijk zonde, want ik vond het zo mooi wat Damiaan allemaal zei net, dat dit een beetje koude conclusie is. Maar ik wil toch een beetje om het debat aan te wakkeren dit punt verder belicht, want ik denk dat hier wel wat in zit. We zitten in een crisis, je kan het cultuurfilosofisch bekijken of je kan het praktisch bekijken. Ik denk dat ik meer dat laatste doe. Dus de twee punten waar ik echt concreet op teruggekomen in het debat is, is er nou een verband tussen die cultuurfilosofische malaise, dat onbehagen waar Damiaan ons op wijst, en de druk op de GGZ? Dat lijkt heel vanzelfsprekend als je het zo uitspreekt, maar is dat ook zo? En is er een veronderstelde dichotomie die Damiaan aangeeft in het stuk? 6% van de bevolking is ziek en die andere 14%... van de prevalentie van GGZ, die lijden wel, maar ze zijn niet ziek. Dus die dichotomie, denk ik, is ook een interessante ingang voor het debat. Dat is wel een belangrijke. Is die 6% inderdaad iets voor de medische GGZ en de andere 14% een existentieel probleem? Nou, wat weten we daarvan? Waar we het over eens zijn, Damiaan en ik, is dat er inderdaad een druk is op de GGZ. Er zijn wachtlijsten, huisartsen kunnen hun patiënten niet kwijt bij de GGZ en vinden dat heel vervelend. Iedereen weet dat. Ik ben het ook wel eens als hij zegt dat er een soort cultuurfilosofisch onbehagen is, een malaise, iets van onze tijd. En een interessante auteur op dit gebied, denk ik, is Herman Tjenk Willink, minister van Staat, formateur bij het laatste kabinet. Die zegt dat de sociaaldemocratie en de functie daarvan als buffer tegen de kale concurrentie van de markt en onze letterlijk samenleving, dat die dysfunctioneert en dat de publieke sector en de sociaaldemocratie steeds meer het karakter heeft gekregen van die markt. En dat concurrentie nu ook een onderdeel is geworden van de publieke sector, zoals de zorg, en zelfs van ons, de samenleving. Dat wij concurreren om schoonheid, om intelligentie. En dat dat veel meer gevoeld moet worden dan vroeger. Dus ik vind dat een hele interessante observatie. Ik denk ook dat Damiaan gelijk heeft daarop te wijzen dat dat zeker gevolgen heeft gehad. Dus die cultuurfilosofische malaise, die is er wel degelijk. Maar heeft dat geleid tot wachtlijsten bij de GGZ? Daar gaan we het over hebben. Nou, even wat cijfers. Voor het penetreren van de markt in de publieke sector, in de vorige eeuw werd er een uitgebreid onderzoek gedaan naar de geestelijke gezondheid van Nederland. 6 miljoen euro ter beschikking gesteld door minister Els Borst. Nederlanders geïnterviewd. Ongeveer 20% van de Nederlanders kwakkelt in een jaar psychisch. Nou, weet wel heel lang dat dat zo is, werd toen bevestigd. En vervolgens, interessant genoeg, werd dat 20 jaar later herhaald, recent, Nemesis 2. Precies dezelfde studie, dezelfde methodologie. Wat bleek? 20% van de Nederlanders kwakkelt psychisch in een jaar. Dus ruim na dat fenomeen van de cultuurfilosofische malaise door de markt die zijn intrede heeft gedaan in de publieke sector en de informele sector. Dus er is niks veranderd. Er is geen epidemie van psychisch lijden. Nederland is precies hetzelfde als voorheen. We hebben wel de perceptie van onbehagen, maar dat is wat anders dan psychische gezondheid. De run op de GGZ die begon met de markt. In 2006, met de introductie van de marktwerking, was 3,5% van de Nederlanders bij de GGZ. En toen was er wachtlijstenproblematiek. De politiek zei, we gaan een markt creëren
En we gaan maken dat de GGZ-instellingen gaan concurreren rond die 3,5% en mogen de beste winnen. Nou, dat werd gedaan. Het werd rond diagnostiek van psychisch lijden werd een markt gecreëerd. En wat gebeurde er? Men was vergeten dat de vraag in principe oneindig is door die 20% jaarprevalentie van psychisch lijden. Dus wat er gebeurde was dit. Dat in plaats van te concurreren rond die 3,5% van mensen met relatief ernstige psychische problematiek die in 2006 in de GGZ waren, zagen we dit. We zagen dat de markt de weg van de minste weerstand zoekt en dus ging concurreren rond die andere 16,5% met relatief milde problematiek. Want dat is de wet van de markt. Daar waar het businessmodel het makkelijkste toegepast kan worden, zoekt zich de energie van de zorg. Met als gevolg dat er een verdubbeling was van het aantal mensen in de GGZ en een verdubbeling van meer dan een verdubbeling van, van de kosten. Dan kunt u zeggen, nou is toch prima, als er 20% prevalentie is, dan is het toch goed dat er meer mensen in zorg zijn? Ja, alleen er is een onevenwichtigheid opgetreden, namelijk dat er is een combinatie ontstaan van onderbehandeling van relatief ernstige problematiek en overbehandeling van relatief milde problematiek. Dat is niet alleen maar, Trimbos heeft dat geconstateerd, het Trimbos Instituut. Maar u kunt het ook zien in onze analyse van de Vectis-cijfers. Dit zijn de cijfers van wat alle zorgverzekeraars samen inkopen aan GGZ in Nederland. Van 2011 tot 2016. Heel interessant, u ziet hier twee dingen. De rode kleur is, of de kleuren zijn de gemiddelde GGZ-kosten per PC3-regio, dat zijn de kleine regiootjes. Daar hebben we er 800 van in Nederland. En wat u ziet is dat er een enorme verdeling is in Nederland in de gemiddelde GGZ-kosten per inwoner. Het varieert met de factor 10. En die factor 10 die kun je niet terugleiden tot dingen waarvan je het zou verwachten, zoals leeftijd, geslacht, urbaniciteit, sociaal-economische status. Die verklaren die verschillen maar in geringe mate. Dus er is ondoelmatigheid. Daar waar je meer zorg zou verwachten, is het er niet. En daar waar je minder GGZ zou verwachten, zie je het ook niet. Er is ondoelmatigheid. En het mooie is dat u ziet, het blijft exact hetzelfde. Van jaar tot jaar is er geen verandering in hoe zorgverzekeraars die zorg inkopen. Het blijft stabiel. Er is helemaal geen markt. Je kan evengoed elk jaar dezelfde hoeveelheid geld geven aan zo'n gebied en zeggen, hier heb je weer dezelfde hoeveelheid geld, hetzelfde als vorig jaar, doe maar wat je wil. Dus we hebben geïnstitutionaliseerde ondoelmatigheid. En daarin zitten die druk op de GGZ, de onderbehandeling en de overbehandeling. Het tweede punt van Damiaan vind ik ook interessant, dat is de dichotomie. 20% van de populatie lijdt, dat erkennen wij allebei, alleen 6% is echt ziek. En 14% is niet ziek. Dat is wel interessant, want filosofen, onder andere Alan Ralston, dat is een psychiater en filosoof, die promoveert hier binnenkort op, die heeft onderzocht hoe dat nou zit met het ziektebegrip in de psychiatrie. Kun je nou echt zeggen bij psychisch lijden van jij hebt wel wat en jij hebt niet wat? En ze hebben dat ziektebegrip bestudeerd in 7 dimensies, van biologisch tot dysfuncties, tot verlies van betekenis, tot leed, tot familiegelijkenis, et cetera. En ze vonden, als je de literatuur bekijkt, dat het onmogelijk is om ergens een grens te trekken van ziek, niet ziek, als je deze dingen neemt als mogelijke verklaringsmodellen. Dus dat onderscheid ziek, niet ziek, dat kan je wel zeggen dat het er is, maar niemand heeft het nog ooit aan kunnen tonen of kunnen gebruiken. Dus waarom zouden we dat dan doen? Ik denk dat het heel gevaarlijk is om te zeggen jij wel en jij niet. Dat is niet mogelijk om aan te tonen. Dus daar moeten we niet aan beginnen, denk ik. Dus wat we zien is dit. We zien eigenlijk, als dit het psychisch lijden is, en 6% is ernstig, het tipje van de ijsberg, en de 14% is milder, daaronder, dan zegt Damiaan eigenlijk, nou, 6% is ziek en 14% is cultuurfilosofische malaise. Ik zeg, en Menno Oosterhof, het is een spectrum. Het is niet iets wat wel of niet is. Het is iets wat hetzelfde is, maar meer of minder. Dus het is dezelfde grootheid waar je naar kijkt, maar het verschilt kwantitatief.
Dus er is een spectrum van psychisch lijden, van mild naar ernstig. Maar het is dezelfde familie. En waar we het over eens zijn, is dat het topje zeker moet behandeld worden in de verzekerde zorg. Die 6%, daar zijn we het roerend over eens, denk ik. Maar waar we het niet over eens zijn, is wat je nou doet met die 14%. Damiaan zegt die 14%, geen GGZ, zwelgen in het lijden, accepteren. Ik zeg, ja, als het gaat over gezondheid en wat we weten van gezondheid, dit vraagt om een publieke oplossing, een publieke gezondheidsoplossing. En wat bedoel ik daarmee? Daarmee bedoel ik dat de cardiologen ook niet zeggen, wij behandelen alleen hartinfarct en hypertensie en overgewicht en dyslipidemie en al die andere, dat spectrum van risicofactoren dat je hebt, waarmee je vroeg kunt behandelen en het hartinfarct kunt voorkomen, daar doen wij niks aan. En daar mag niemand ook verder iets aan doen, want dat moet maar geaccepteerd worden. Nee, hiervoor hebben wij een uitstekende publieke gezondheidszorg, die vroeg behandelt, de risicofactoren behandelt, mensen helpt met de duiding van hun vroege klachten om daar iets mee te doen en zelfmanagement, et cetera. Dat levert heel veel geld op en dat is heel nuttig voor de samenleving. En wat we ook weten van de GGZ, en dit is een heel oud, bekend epidemiologisch principe, dat Damiaan ook zal kennen, dat is dat er een spectrum is van psychisch lijden, dat je niet kunt dichotomiseren. En als je alleen op de ernstigste mensen focust, dan zeker voorkom je suïcides en morbiditeit en verlies aan productiviteit. Maar er is veel meer gezondheidswinst te behalen als je je juist focust op de milde klachten. Waarom? Dat is een bekend principe in de epidemiologie. Omdat daar veel meer van is. Dus de relaties daartussen en suïcidaliteit en morbiditeit en verlies aan arbeid is minder sterk. Maar omdat het er veel meer zijn, kun je veel meer ziekte reduceren in de samenleving als je juist hierop focust. En ons argument is, en dit proberen we al langer te brengen in Nederland, en internationaal probeert men dit ook nu van de grond te krijgen, waarom niet ook een publieke GGZ die laagdrempelig is, waar je terecht kunt voor duiding, voor vroegbehandeling, voor zelfhulp, voor e-health en al die andere dingen. En we hebben publieke GGZ in Nederland. U kent waarschijnlijk de website Proud to be Me. Proud to be Me is een website waar 2,5 miljoen jonge vrouwen vooral komen elk jaar om elkaar te helpen bij de duiding van, ben ik nou aan het diëten of loopt het uit de hand? Zal ik eens met een psycholoog gaan chatten? Zal ik eens gaan kijken wat er in een forum is te halen? Wat zeggen die blogverhalen daar eigenlijk over welke kant het op kan gaan? Zij doen ontzettend veel goed. Elk jaar, ben ik ervan overtuigd, dragen zij heel veel bij aan de Nederlandse volksgezondheid. Op een budget van 150.000 euro per jaar. Dat ze zelf bij elkaar moeten slepen, elk jaar. Andere website, PsychoseNet, het gaat dus over mensen met allerlei psychotische fenomenen, psychosegevoeligheid, bestaat nog maar 2 jaar. Nu 1,5 miljoen bezoekers per jaar die elkaar helpen bij het duiden van klachten, bij het vinden van de weg in de zorg. Wat doe je met medicatie? Hoe bevorder je je gezondheid? Etcetera. Dit zijn er maar 2. Ze hebben meer dan 5 miljoen bezoekers per jaar, als je alle websites optelt die er nu zijn. En het kost helemaal niks. Dus we zouden met een uitstekende publieke GGZ ook die 14% kunnen helpen op een manier dat het bevordert de volksgezondheid. Dus mijn conclusie is, voor het debat, hè, 6% ziek, 14% niet ziek, dat is niet houdbaar. De druk op de GGZ komt vooral door de marktwerking, niet door cultuurfilosofisch onbehagen. De oplossing is een laagdrempelige publieke GGZ en weg met de vermarkting van de zorg en de samenleving. Daar zijn Damiaan en ik het over eens, want het is niet goed. En ik denk ook als het langer duurt, dan krijgen we wellicht daardoor nog een run op de GGZ, want het is wel ernstig. Ik hoop dat dat is waar we iets waar we elkaar in kunnen vinden op zijn minst. Dank u wel voor de aandacht. Hartelijk dank, allebei, heren. Heel hartelijk dank voor de ongelooflijke voorbereiding en de gedachtes en de tijd die daar is in gaan zitten en het denken daarvan, allebei. Even met nadruk, we zijn hier op zoek naar overeenkomsten en verschillen. Net zo goed over overeenkomsten natuurlijk, want we zijn op zoek naar wat is aan de hand in de geestelijke gezondheidszorg en wat zijn de oplossingen voor. Dat zeg ik even met nadruk, omdat er
op andere momenten in media en ook wel op de social media natuurlijk vooral gezocht wordt naar verschillen. Maar overeenkomsten zijn net zo belangrijk als we zoeken naar oplossingen en antwoorden. Om even te beginnen. Bij een van de overeenkomsten, er is een onacceptabel hoge druk op de geestelijke gezondheidszorg in Nederland op dit moment en op de mensen die daarin werken. Is dat, zijn we het daarover eens? Ja, denk ja. het wel. Ja, dat is al herhaald geweest, ja, ja. denk het wel. Ja. Ja. Dus we moeten ook kijken naar wat daar voor oplossingen voor zijn. En dus dat is eigenlijk de als jullie het daarover eens zijn, en ik zou zeggen, nou dan... dan hebben we hier toch een zo'n belangrijk stuk van het inzicht in de geestelijke gezondheidszorg dat we dat veilig kunnen stellen. Dus daar moeten we van oplossingen zoeken. En dan misschien toch eens even te beginnen bij die verdeling, hè, die ijsberg. Hè, die net geschetst werd, mooi plaatje natuurlijk. Het feit dat we het kennelijk ook over eens zijn dat die bovenste 6-7% inderdaad echt publiek gefund en goed behandeld moet worden. En dat wordt die 6% op dit moment onderbehandeld? Ja, tuurlijk. Ja. Dat zei je zelf, hè? Ja, dus er is een ondoelmatigheid. Hè? Je wil dus dat die 6% voor de, zeg maar, voor de mensen is die het meest nodig hebben, die de meeste zorgbehoeften hebben. Mm-hmm. En wij hebben dus moeite om een soort afstemming te vinden dat uit dat spectrum de mensen die de meeste zorgbehoeften hebben ook de meest intensieve zorg krijgen. Ja. En dat zie je letterlijk in die plaatjes van Nederland, dat nu niet gebeurt. Ja, ja. En dan is er een grote groep daaronder, laten we zeggen 14%, en die wordt overbehandeld. Daar wordt te veel aandacht aan besteed. Daar wordt ook relatief veel capaciteit aan besteed. Ja. Terwijl dat is natuurlijk ook een probleem, want als wij zeggen alle psychisch lijden moet in een 1-op-1 GGZ-behandeling behandeld worden, terwijl we weten dat er maar 6% capaciteit is van de GGZ, dan heb je een probleem. Want die 20% die willen allemaal naar de GGZ natuurlijk. Ja. Dus ik denk dat wel een belangrijk punt is. Stel dat je nog veel rijker bent. Amerika of weet ik veel. En je kan 20% van de mensen behandelen. Dan stelt het probleem zich niet. Tenzij filosofisch moeten we dat doen. Maar aan de oorsprong ligt een heel strak financieel probleem. De Nederlandse samenleving heeft net voldoende geld om die 6-7% te behandelen. Dat doet ze ook. En alles wat daar bovenop komt... Daar moet je keuzes maken. Die keuzes worden niet gemaakt. En dat is de reden waarom dat de ene wordt overbehandeld en de andere wordt onderbehandeld. En eventjes ter aanvulling, ik zeg niet dat die 14% niet ziek is. Wat ik zeg is dat er behandelingen plaatsvinden en die gaan ten koste van die 6-7%. En dat onze aandacht primair zou moeten gaan naar de mensen die het meest ziek zijn. Ja. Mocht het dan zo zijn dat premier Rutte zegt, we hebben nog wat geld liggen, we gaan toch de gas opnieuw aanboren en we gaan dat naar 8, 9, 12% brengen. Oké, so be it. Dat is een keuze van de samenleving. Laat ons dat doen. Maar nu gebeurt het niet en creëren we mensen die ernstig ziek zijn, die worden eigenlijk nog ernstiger ziek omwille van die onderbehandeling. Ja. Maar ja, daar is niet zoveel maatschappelijke winst te halen in dat laatste stukje, zag ik in dit laatste diagram. Als je die mensen behandelt... Dan is de maatschappelijke winst maar eigenlijk klein daarvan. Dus dat is dan wel naar voor die mensen dat ze niet goed behandeld worden. We behandelen niet uit maatschappelijke winst. We behandelen gewoon uit vriendschap, uit hart voor mensen. Ja. Ook al zijn ze ziek. Ja. Dat is een bekend probleem, hè, de epidemiologie. Je kan denken in termen vanuit public health. Dus denken hoeveel gezondheidswinst heb je voor de hele populatie. Maar het individu wil geholpen worden voor zijn of haar klachten. Ja. En dat is ook een hele belangrijke overweging. Dus idealiter, in de gezondheidszorg, heb je voor beide perspectieven ruimte. Ja, maar we hebben niet genoeg geld voor dat geheel. Dus dat is natuurlijk mooi dat we eigenlijk 20% zouden... Dus dat is het probleem helemaal. We hebben wel genoeg geld, want de publieke GGZ kost 1000ste% van die 6 miljard die we er nu aan uitgeven, 7 mm-hmm. miljard. Mm-hmm. Het enige probleem wat we hebben, en dit is moeilijk te geloven, maar het is wel waar, is dat de zorgverzekeraars, die zouden heel graag geld willen geven aan de publieke GGZ, maar dan krijgen ze een hele grote boete van de NZA, dat is de marktmeester van de Nederlandse zorg. Nederlandse zorgautoriteit. Ja. Want je mag in Nederland niet anonieme hulpverlening doen als zorgverzekeraar. Dus een website zoals Proud to be Me,
als zij 150.000 euro per jaar eraan zouden willen geven, dan krijgen ze een enorme boete. Want je moet iemand een rekening sturen als er hulp verleend wordt als zorgverzekeraar. Dus een website die dat anoniem doet, die mogen geen geld krijgen van de zorgverzekeraar. En die zitten ermee, want die willen heel graag geld geven aan Proud to be Me, aan PsychoseNet. En die willen graag die publieke GGZ oprichten, want het kost ze niks. Maar de politieke partijen, die hebben wel met kanker en cardiovasculaire ziektebeelden, weten ze heel goed dat daar een publieke gezondheidszorg voor nodig is. Maar met GGZ is op de een of andere manier dat kwartje nog niet gevallen. Mm-hmm. Want er is verandering van wetgeving nodig. Is dit zo simpel? Wel, zo simpel is het niet, hè? Als je het goed volgt. Omdat er veranderen is misschien nog niet simpel. Ik wil toch even naar het debat brengen. Ik denk dat er een ideologisch verschil zit. Ook al zou die publieke GGZ betaalbaar zijn. En wat je daarnet zegt is, je vecht het principe aan van een categorale benadering van ziek zijn. Hè? Dat je zegt, ja, eigenlijk zijn het stoornissen op een geleidende schaal. Je bent fervent tegenhanger van een categorie ziek, niet ziek, voor wat het ook mogen betekenen. Nou, voor het gemak van het debat zal ik daar een enorme voorstander van zijn op dit moment. Alleen al maar omdat het verschil tussen ziek zijn en niet ziek zijn niet zozeer te maken heeft met wat er etiopathogenetisch te achtervallen valt of de waarde, maar omdat het een maatschappelijk criterium is. Op een bepaald moment moet iemand beslissen wie dat geld krijgt en wie dat niet krijgt. Als je alleen maar een glijdende schaal hanteert, dan kan je niet aantonen wie wel en wie niet. En hoe ga je dat doen? Want het is een glijdende schaal. Dan ga je dat als het ware doen naar degene die het dichtst bij de instelling woont of het meeste in de belangstelling komt of waar de media het meest mee bezig is. Dus het criterium van ziek, niet ziek is natuurlijk niet het beste criterium, maar het is wel de garantie dat je een grens hebt tenminste waar je kan bepalen wie en wel dat geld krijgt. En dat is het principe van die 6-7%. En wie patiënt is en wie cliënt is. Exact. Zoals u het noemt. Want de hele publiek GGZ, ik vind het een fantastisch idee, maar eigenlijk is het een oplossing zoeken voor een probleem dat we zelf creëren. Ik zou nog een laag dieper gaan en zeggen, luister eens, wat zit daarin van mensen? Wat is dat lichte lijden? Mm-hmm. Vertel mij. Lichtgeestelijk lijden. Stel dat ik in staat ben met een leuke theatertournee om de mensen duidelijk te maken van, u bent wel angstig, maar dat hoort bij het leven. Probeer daar iets mee te doen. Stel dat dat kan. Is dat niet een veel interessanter manier dan mensen in een publieke GGZ te stoppen? Dus geef dat geld aan kunstinstellingen, zodat ze een mooie voorstelling van kunnen maken. Ja, geef ze aan kunstinstellingen, laat ze boeken lezen. Laat ze bijvoorbeeld, want wat ik vertel is niet nieuw. Dat is een publieke interventie. Dus dat zou een publieke GGZ zijn. Oké. In 1890 hadden we hetzelfde probleem. We hadden daar het concept neurasthenie. Ja, dat kent iedereen, door Beard bedacht. Zo vaag concept dat bijna 40% van de Amerikanen daaraan leed. Nou, het antwoord was niet de psychiater. Het antwoord was Yosemite. De parken in Amerika zijn nog uitgevonden om mensen met neurasthenie te helpen. Dat was een actie van Roosevelt himself. Natuurbescherming als geestelijke gezondheid. Exact. Ja. Gewoon de natuur opzoeken. En heel goed. Ja. Twee dingen. Dus het onderscheid ziek, niet ziek is in de geneeskunde breed niet interessant. Want het gaat er meer om, is er een zorgbehoefte of niet, waar iets aan te doen valt. Gewoon heel praktisch. Dus als je angstig bent en je kunt het huis niet uit, en er is een community, een e-community, waar je aan kunt melden bij iemand die dat ook heeft gehad en die zegt, nou, je moet dit en dit en dit en dit doen, dan is je zorgbehoefte, ik kan niet meer naar mijn werk, dat is toch een zorgbehoefte, want je kan je centjes niet verdienen. Nou, en dan kan je dus heel praktisch daar iets aan doen. Dus het begrip ziek, niet ziek, en dat is ook bekend uit onderzoek, is niet nuttig. Wat nuttig is zorgbehoefte, niet zorgbehoefte. En wat ik interessant vind, is inderdaad het voorbeeld ook van de neurasthenie. Dus elke tijd heeft zijn eigen voorstelling van cultuurfilosofische malaise. Dus neurasthenie is een bekend voorbeeld. Hysterie was ook een bekend voorbeeld. En Americanitis was ook een mooie. Dus halverwege de vorige eeuw was in Amerika de Americanitis een enorme malaise, cultuurfilosofische malaise. Die dat is een andere naam voor de neurasthenie van de Europeanen. Ja. Nou ja, die had neurasthenie. Maar in ieder geval, er waren dus allerlei. En dan is het interessante dat men dus komt met public health interventies om daar het hoofd aan te bieden. Maar eventjes terug naar jouw zorgbehoefte. Vind ik een interessant idee. Ik vind het ook heel aardig en heel steunend. Maar waarom zou je een aspect dat misschien deel uitmaakt van het normale leven benoemen als een zorgbehoefte? Dan ga je de mens benaderen als iets of iemand dat ter wereld komt
met een grote of een kleine zorgbehoefte. Terwijl misschien heel veel van die klachten, de jaloezie, de burn-out, de stress, weet ik veel, noem maar op, existentieel falen, een element is inherent aan de mens zelf. Ja. Nee, maar dan met zorgbehoefte bedoel ik niet een behoefte waar een professionele zorgverlener in een bureau of een ziekenhuis iets aan moet doen. Een zorgbehoefte kan ook zijn dat je behoefte hebt aan duiding van iemand die klacht ook heeft gehad, die ernstige jaloezie heeft gehad, die jij kunt vinden op de een of andere manier. Want dat is heel moeilijk. Als jij pathologische jaloezie hebt en je belt je partner 50 keer per dag op en zij wordt er gek van, jij wordt er gek van en dreigt uit de hand te lopen, het kan in geweld uitlopen, dat is echt, daar moet je iets aan doen. Dus als jij naar een website kan gaan en daar zit iemand die zegt, I was there, ik belde mevrouw 50 keer per dag op, ik was jaloers, ik dreigde haar te slaan. Maar ik heb op een dag gezien dat je dit moet doen. En als je dat doet en consequent doet, dan gaat het beter. En bel me morgen op of mail me morgen hoe het gaat. Dan heb je in die zorgbehoefte heb je iets aan gedaan. Door middel van een duiding van iemand die dat heeft gehad. De zorgbehoefte zie ik heel breed. Het kan existentieel zijn. Maar wat je daarnet zei, Jim, was pathologische jaloezie. Jij gebruikt dus een term die het pathologisch maakt. Ja, maar het is een sliding scale, dat weet je. Ja, maar goed, dat is pathologische jaloezie is een ziektebeeld. Het is een ziekte. Ja, maar staat in de DSM. Dus de normale jaloezie van iemand die 30 keer of 20 keer of 10 keer, hoe ga je dat bepalen? Nee, maar wat bedoel, het voorbeeld van het zoontje. Ik heb ook kinderen op de middelbare school en zo. Ik begrijp, het is een aansprekend voorbeeld. Hè. Ja. Dat kent natuurlijk iedereen. Ja. Dan wordt er gezegd, nou, dat is toch wel hoog tijd. Ja. Terwijl, we kunnen elkaar dat natuurlijk allemaal aan gaan praten. Ja. Nou, jaloezie, als je één keer jaloers bent, is dat een zorgbehoefte? Dus, maar het heeft geen nut om te zeggen, de persoon is ziek of niet ziek. Ik neem het voorbeeld met pathologische jaloezie. Hè. Dus je kunt jaloers zijn omdat je bijvoorbeeld, jij vrij verlegen bent en moeilijk uit je woorden kunt komen. Je partner is enorm outgoing en op feestjes altijd met iedereen, et cetera. En dan speelt die jaloezie op en dreigt de relatie kapot te maken. Maar heb je een relatie met iemand die net zoals jij een beetje timide is en verder het contact niet zo snel opzoekt, dan zal die jaloezie, die persoon is niet ziek, want omdat de relatie passend is, gaat die jaloezie nooit opspelen. Geweldig. Het kindje, fantastisch. Dus zeg nooit dat het een zorgbehoefte is. Dan is er ook geen zorgbehoefte. Exact. Hè? En ook geen ziekte. Wees dus heel behoedzaam in het gebruik van zorgbehoeften. Totdat je weet dat er werkelijk iets ziek is. Zijn we nou eens of niet? Ik denk het niet. Jawel, ook wel, maar ook niet natuurlijk. Want, want nog even terug naar dat woord wat professor Denies nog even introduceerde. Dat accepteren van het lijden. Ja. Want dit is natuurlijk ook een gedeeltelijk een praktische en een filosofische aanvliegroute, zou ik het maar even modern zeggen, maar van dit probleem. Maar het is gewoon zo dat je zou kunnen zeggen dat sommige dingen, het leven is, nobody promised you a rose garden, het leven is groot, de centrale wel, leer dat accepteren. Ja, of is dat, daar worden mensen heel boos van, hè, soms. Nee. Niet. En anderen niet, vinden dat een mooie levensinstelling. Onderdeel, dus elke psychotherapie, een heel belangrijk onderdeel van psychotherapie is acceptatie. Mm-hmm. Herstel, het begrip herstel, wat jij in door de waal haalt met behandelen, maar dat behandelen is cure en care, dat is het medische gedeelte. En dan heb je ook nog een gedeelte, het werk dat je zelf moet doen, is leren omgaan met je kwetsbaarheid. En dat is een lang proces van acceptatie, onder andere. Van leren leven met dus acceptatie. Eens, hoor, maar het moet niet door ons gebeuren. Is centraal onderdeel van de behandeling. Maar niet door ons, al ons psychiaters. Ik ben er volstrekt mee eens. De behandeling moet beperkt en gelimiteerd zijn. En daarna ligt de verantwoordelijkheid, wat mij betreft, voor een groot stuk bij de persoon. En haal dat uit de gemedicaliseerde literatuur. Mm-hmm. Maak dat tot de normaliteit. En geef die verantwoordelijkheid terug, maar gebruik niet herstel. De mens is onvolmaakt en dat is normaal. Ja. Maar het woord herstel is met name zo naar voren gebracht in de psychiatrie. Omdat dus al 40 jaar onze klanten ons proberen te vertellen, wij worden de hele tijd behandeld voor onze symptomen en doorbehandeld en doorbehandeld en gerichtlijn en richtlijn en richtlijn. Behandeld. Behandeld. Ja. Maar er wordt niet gekeken naar acceptatie. Ja. Naar hoe leer ik nou leven met die kwetsbaarheid? Hoe krijg ik toch weer zin in het leven? Hoe kom ik mijn bed uit de volgende dag? Waarom zou ik mezelf wassen en me niet suïcideren? Dat soort vragen, daar gaat het om. En daar kan je wel zeggen, ja, wij doen de pillen en voor de rest zoek je het maar uit. Nee. Ik denk dat we zien, en dat geldt ook voor de hele geneeskunde, dat wij geacht worden mensen niet zozeer te genezen, maar hen te coachen bij dat proces van
leren leven met. En dat wij ons bescheiden moeten opstellen. Jim, ik vind het heel nobel, maar het geld ontbreekt en het personeel ontbreekt om dat te doen. Waarom? Omdat gewoon er te weinig mensen zijn om al die ernstige groep te behandelen. Dus als jij leuk gaat met een depressieve patiënt die genezen is, een ticket gaat kopen voor Neil Young, omdat je vindt dat je dat ook moet doen als coach, nou prima. Maar nee, je hebt een andere verantwoordelijkheid. Nee, maar ik doe meer op dat je bereid bent samen te werken. Dus ik denk zoiets als een recovery college. Hè? Dat is een heel mooi instituut. Dat is een college dat wordt gerund door mensen die ooit zoiets hebben meegemaakt. Een psychose of andere dingen. En die andere mensen helpen letterlijk weer de zin van het leven te zien. Maar dat klinkt als vrijwilligerswerk? Ja. Of is dat... Nee, daar moeten ze betaald voor worden, want het werkt ontzettend goed. Mm-hmm. Dus we hebben bijvoorbeeld Enic Recovery in Utrecht is begonnen. Mm-hmm. Nou, het is heel indrukwekkend als je daar gaat. Dat is een plek waar mensen willen zijn. Ja. Mensen gaan niet naar een psychiatrisch ziekenhuis om daar gezellig te zijn. Maar ze gaan wel daar naartoe om te zijn. Zo snel is het gegaan dat ze nu een tweede vestiging hebben geopend. En wat er gebeurt letterlijk, is dat de GGZ denkt van shit, wat gebeurt daar? Mijn DBC, ik ben mijn DBC kwijt, want iedereen wil daar naartoe. En dat is erg voor de geestelijke gezondheidszorg, want dan verdienen ze minder en dan is die omzet minder. Je kunt ook zeggen inderdaad, het is een manier om de GGZ te verleiden om uit hun bolwerk te komen en meer te gaan samenwerken met wat mensen zelf organiseren in dat proces om je leven weer terug te pakken. Maar jullie zijn eigenlijk wel eens over het feit dat je veel meer de bevolking en de patiënt en de cliënt moet leren dat die zelf zijn problemen moet leren accepteren in plaats van dat je uitbehandeld bent. Ja. Dus dat je moet accepteren dat je onvolmaakt bent, dat het leven onvolmaakt. Ja, er is in de psychiatrie geen eindpunt. Dat is dan in de klassieke geneeskunde iets makkelijker. Als je been breekt, dan is het eindpunt een goed been. Mm-hmm. Maar het eindpunt nu is niet genezen, maar beter worden en nog beter worden en gelukkig zijn. Ja. En snap je, en dat eindpunt wordt steeds verlegd. Waardoor dat steeds meer gecreëerd wordt. Ja, want jullie zeiden beide ook, de vraag is oneindig natuurlijk. De vraag is oneindig, ja. Daarom werkt de marktwerking niet. Mm-hmm. Het is niet zoals Coca-Cola, dat is zelflimiterend. Je kan niet blijven liters cola drinken, ook al heb je veel geld. Nou ja, misschien jij wel, maar de meeste mensen niet. Ik vind het afschuwelijk. Maar het psychisch leed is onbevredigbaar. Je kan blijven doorgaan. Ja, gezondheid überhaupt, dus diabetes, ouderwet, et cetera. Dus er zijn... Het geldt voor de hele gezondheid breed, denk ik. We moeten niet denken en ik denk dat de samenleving kijkt ook naar de gezondheidszorgsector en zegt, jullie maken 90 miljard per jaar op, maar wat dragen jullie eigenlijk bij aan het leven van de mensen? En daar zit wel een dingetje, want we kunnen wel medisch hoogtechnologische dingen doen, maar vaak is dat helemaal niet dat de mensen zeggen, nou, mijn leven is een stuk beter geworden daardoor. Of ik heb de laatste 6 maanden van mijn leven eigenlijk voortdurend in chemo gelegen van de ene behandeling naar de andere en ik vergat dat ik aan het sterven was. Dat is natuurlijk iets waar de geneeskunde mee worstelt op het moment. En wat voor waarde dragen wij bij aan het leven van het leven? En daar moet het om gaan. Het lijden van het leven van het leven. Het lijden met een korte ei. Korte ei, ja. Maar is dan een groot gedeelte van het toenemen, het verdubbelen van de kosten, die we hier ook net even zagen, die verdubbeling van die kosten, en dat is natuurlijk niet, dat is eindig. Ik bedoel daar, want we gaan niet meer verder met het uitboren van Groningen. Hè. Dus Drenthe kunnen we misschien zeggen. Het is interessant, ook al... Ik neem het niet helemaal aan, maar ik neem het voor de sake of the argument aan dat stel dat die 20% exact hetzelfde is gebleven 1996 nu. Dit is toch een verdubbeling van de kosten. Ja. Er is de helft van het geld meer bijgekomen. En blijkbaar is de vraag exact hetzelfde gebleven. Ja. Dus waar gaat dat geld naartoe? Ja. En dat draagt niet alleen maar bij aan dat we het leven beter leiden, kennelijk. Hm? Ja. Dus... Nee, waar het geld naartoe gaat, is heel duidelijk. Er zijn 4 zorgverzekeraars die het grootste gedeelte van het GGZ-geld verdelen over 5 mega-GGZ-instellingen. Zo is dat in Nederland. En waar vernieuwing is, door kleinschalige GGZ of andere mensen die dingen proberen uit te vinden, die worden de grond ingeboord. Dus, en de zorgverzekeraars zitten daar ook mee, hoor, moet ik zeggen. Die maar dat klinkt als juist helemaal geen marktwerking. Dit klinkt als een monopolie. Er is helemaal geen marktwerking, het is een monopolie. Eerder vanavond hoorde ik u argumenteren dat die introductie van marktwerking daarin
eigenlijk de grote boosdoener is. Ja, dus nou in de zin van dus de poging om marktwerking te introduceren. Maar ja. Toen dat werd uitgevonden in 2006 waren er 76 zorgverzekeraars. Waarvan men dacht, nou dat wordt interessant, die gaan lekker met elkaar concurreren. Maar wat blijkt, er zijn nu nog maar 4 grote. En in het westen van het land is er maar 1 die heel groot is. En die 2 hele grote GGZ-instellingen onder zich heeft. Die eigenlijk het grootste gedeelte van Nederland bestaat. Dus nou, dat is een soort halfbakken marktwerking. Waar het slechtste van de markt en het slechtste van Marx ineen komen. Een soort communistische marktwerking is het. Ja, precies. Maar je mag niet kiezen. Je kan, kijk, een marktwerking zou op zich wel kunnen als je ervoor zorgt dat je ook echt effectief een behandelaar kan kiezen. In Wenen, waar duizenden psychotherapeuten denken dat ze Freud zijn, is er een marktwerking. En er zijn heel goede en heel slechte. En de slechte vallen af en verdwijnen. En er komen weer nieuwe bij. En zo krijg je wel een systeem dat zich in stand houdt. Ja. Maar in Nederland is het slechtste eigenlijk naar boven gehaald van de machtwerking. Je mag enerzijds niet kiezen, maar er is wel een soort van gekunstelde competitie gecreëerd. Ja. En als je kleinschalig bent, dan heb je het heel erg moeilijk in de GGZ, in de onderhandeling met de zorgverzekeraars, om je staande te houden. Dan krijg je te maken met allerlei oneigenlijke mechanismen. Je krijgt minder betaald, ze zijn op allerlei manieren eigenlijk vinden ze je lastig, omdat ze hebben niet de menskracht om te controleren of er goede kwaliteit is bij instellingen. Dus ze willen gewoon eigenlijk dat die kleinschaligheid verdwijnt. Maar dit klinkt verdomd somber, maar dit gaat niet veranderen natuurlijk, want toen u daar kritiek op had, onder andere, vond de minister het nodig om u te kapittelen en bij zich te roepen en te zeggen, hoe durft u de commentaar op te hebben? Ja, zo is het gegaan. Ja. En toen kreeg ik zijn telefoonnummer. Oh, dat is meevallen dan. En toen zei hij van, bel me maar voor je dit doet. Maar dat was dan als je zelf in geestelijke nood zat? Of waarvoor was dat nummer dan? Ja, dit zou kunnen, ja. Dan belt hij mij. Ja. Ja. Nee, maar het illustreert wel dat het is... goed, ik wil er niet te veel aandacht aan besteden, maar het is wel... Ik denk inderdaad ook dat die GGZ-paradox, dus dat vele geld en die competentie, dat het gewoon verdwijnt, omdat het stelsel niet werkt. En dat er geen... ik denk dat een GGZ echt een gecentraliseerder beleid vraagt. Je moet weten waar de vraag en aanbod zit. Dat varieert en niemand weet dat. De ene doet dit, de andere doet dat. En dat staat los van de vraag. Er is een enorme wachtlijst voor ernstige anorexiepatiënten. En niemand kijkt naar dat aanbod of dat wel met overeenkomt. Er zijn heel veel mensen met allerlei behandelingen die graag met EMDR en mindfulness allerlei mensen met depressie behandelen. Zit daar een onevenwicht? Niemand kijkt dat na. Dus het is heel jammer dat we niet eerder kijken naar de prevalentie van bepaalde ziektebeelden, de veranderingen over tijd, dat in kaart brengen en daarop dat systeem flexibel aanpassen. Ja? Helemaal. Dus dat is het systeem wat we... Ja. Nou, ik moet inderdaad tot de credit van de minister zeggen en de staatssecretaris, dus dat ze ontvangen. Ze zijn ontvankelijk voor ideeën. Ze willen graag horen hoe kan het beter. En ze willen het graag in gang zetten. Zij het dat ze wel in een soort monsterverbond zitten met de andere politieke partijen, want ze hebben afgesproken bij het regeerakkoord dat ze niet gaan tornen aan het stelsel. En er is maar 1 politieke partij die zegt daar willen we aan tornen en de rest heeft afgesproken doen we niet. Dus er moet nog 1 kabinet wachten. Oké, dat kan dan nog wel 4 jaar duren voordat er een verandering in gang gezet wordt. En dan moet je dan maar hopen. Dit is een hele sombere boodschap eigenlijk. Want ondertussen worden dus zware patiënten onderbehandeld. En is daar het lijden gedeeltelijk onbehandeld. Ja, ja. Maar een optimistische noot om in te brengen is dan wel dat je ziet dat de WMO, dat is een andere wet van maatschappelijke ondersteuning, gemeente, die is bezig hier in te springen. Ik vind dat echt ontzettend interessant. Die is dus bezig allerlei recovery colleges op te richten, waar mensen zonder verwijzing naartoe kunnen. Waar een heleboel wordt geboden door ervaringswerkers, peer support. En waar je een soort nieuw soort enthousiasme ziet ontstaan. En omdat de GGZ dat ziet gebeuren, voelen ze zich geroepen om daar meer mee samen te gaan werken. Dus ik vind het ook wel interessant, niet? Nee? Ik vind het ook wel interessant te zien dat... Dat er dan toch oplossingen komen uit een andere wet die niet daarvoor bedoeld is, maar dan het wel wordt toegepast. Ik wil dan nog even terug ook naar die cultuurfilosofische malaise, hè, die jullie beide constateren overigens, maar waar jullie volgens mij niet overeenstemmen in hè, wat dat nou betekent, hè, dus de of waar die vandaan komt. Hè, eigenlijk, zegt professor Denies, er heerst een aanzwellende
geestelijke gesteldheid, van egocentrisme, van eenzaamheid, van solipsisme, van individualisme. En dat is een wortel waarom we het onbehagen in de cultuur, om voor het maar even te citeren, toeneemt. En dat ligt eraan waardoor we op de manier waarop we kijken naar wat we van het leven willen en verwachten. Ja, maar cultuurfilosofische malaise zou ik nooit gebruiken. Ik vind het geweldig. Laat de wereld maar vol met cultuurfilosofische malaise zitten. Mm-hmm. Daarom zijn we mensen. Duende, angst, prachtig. Maar het illustreert wel dat ook die prevalentie van de ziektebeelden wel degelijk variëren van cultuur tot cultuur. Mm-hmm. Want bijvoorbeeld in Amerika is de prevalentie van angst en depressie soms dubbel zo hoog als mm-hmm. hier. Dat heeft niets te maken met de werkelijke epidemiologie en het voorkomen van die ziektebeelden, maar de manier hoe een maatschappij die definieert. En dat heeft dan weer te maken met het mensbeeld dat wordt gehuldigd. Mm-hmm. In Manhattan is 50% angstig, omdat het mensbeeld dat daar heerst van een heel andere orde is dan in Ibiza of in Enschede of weet ik veel. Dus dat mensbeeld is zeker heel belangrijk om te toetsen wanneer iets normaal wat normaal is. Ook al zijn die definities vastgelegd, toch is de toepassing heel cultureel bepaald. En dat gaf ik voorbeeld met de posttraumatische stressstoornis. Nederland is het land de tweede, derde hoogste prevalentie van posttraumatische stressstoornis. Je zou verwachten dat het hier een soort post-Libanon... Exact. En Nigeria, Libië, al die gevaarlijke landen, die zitten met prevalentie van 0,0, 1, 2 en 3. Mm-hmm. En dat is de heel rare paradox, hoe beschermder, hoe veiliger een samenleving is gecreëerd, dus te gevoeliger mensen worden. Die resilience neemt af en dus te sneller dat wanneer we in contact komen met een bedreiging, iets angstwekkend, dat het een ziekte wordt genoemd en waar we behandeld voor worden. Ja. Dus er zit iets in die context, en dat is meer dan een cultuurfilosofische malaise, die ervoor zorgt dat door de enorme luxe waar wij nu leven, de mens veel kwetsbaarder is geworden. De luxe maakt ons kwetsbaar en vervolgens ziek. Ja, wel vervolgens, wat mijn punt is, zijn we niet ziek, maar hebben we het woord ziek zijn nodig om het lijden te legitimeren. Wanneer iemand zegt van ja, ik voel me eigenlijk niet goed, ik voel me verdrietig, ik weet niet waarom, dan gaan mensen totaal ongeïnteresseerd zijn. Maar als je zegt van ja, ik ben gisteren naar de psychiater geweest, ik heb een depressie, een ernstige depressie, en ik heb een S3, ah ja? Ik bedoel, dan, er is een heel ander soort van attitude. Een exhibitionistische slachtofferkultuur. De medicalisering is een rechtvaardiging van het lijden in veel gevallen. Wij zoeken ziektebeelden op mm-hmm. om ons lijden te rechtvaardigen. Soms is het terecht en soms is het ook onterecht. Ongetwijfeld, maar wat interessant is dat bijvoorbeeld landen als Italië en Spanje, daar leven de mensen langer. Daar is minder chronische depressie en daar zijn de suïcidecijfers beduidend lager dan in het noorden van Europa. Waar overigens Nederland ook nog een heel laag suïcidecijfer heeft. En het groeit, maar dat loopt op? Het groeit, nou ja, miniem. Het is nog steeds heel laag. Dus het groeit niet echt. Dat zijn ook, kunnen ook random fluctuaties zijn. Het is niet echt een groei in suïcidecijfers. Wij zitten gewoon heel erg laag. Maar wel veel hoger dan Italië en Spanje. Maar lager dan Finland? Lager dan Finland en zeker lager dan Hongarije. Ja. Ja. Maar het interessante is dus dat in Italië is de zorg slechter. Mensen hebben minder toegang tot de zorg. Maar er is ook minder chronische depressie en minder suïcides. Dus hoe verklaar je dat? En één ding is zeker, het zit er niet in de betere zorg die we in Nederland hebben. Dus we geven 90 miljard uit aan zorg, maar we worden er niet gezonder van. En veel mensen speculeren dat bijvoorbeeld inderdaad de graad van sociale cohesie en familieleven in Italië en Spanje, dat dat beter is dan in het noorden van Europa. En beter voor de geestelijke gezondheid. En beter voor de geestelijke gezondheid, wat dus weer brengt op de public health. Wat kunnen wij doen om ook bij jonge mensen, als ze opgroeien, dat niet alleen lichamelijke gezondheid serieus wordt genomen en in het curriculum is verankerd van scholieren, maar ook geestelijke gezondheid. Maar eigenlijk bent u het eens met de analyse, geloof ik, van Damian de Nieuw. Inderdaad. Dat atomisering of virtualisering of individualisering, hè, dus dat die samenleving en die oude verbanden die er waren, dat de oplossing uit de publieke sector moet komen om dat te vervangen. Ja. Nou ja, ik zeg verander de mens en Jim zegt verander het stelsel. Ja. Maar Damian is een stuk geleerder en die legt allerlei verbanden die ik nog niet heb gezien. Dus ik ben wat verlegen om verbanden te leggen. Terecht. Nee. Dat die
Maar die bescheidenheid geloof ik niet helemaal. Nee, ik geloof niet. Het komt iets want, te vreemd uit de hoek. Een captatio bene volentiae heet dat onder andere. En dat is mooi. En ja. Dat is, maar dat geloof ik toch niet helemaal. Want verandert de mens en verandert het systeem. Is die tegenstelling terecht? Die Damian die hier... Nee, dus kijk, een mens is gecontextualiseerd. Daar zijn we het altijd over eens. Mm-hmm. Ik denk dat je het hebt over... Een mens is, bestaat bij de gratie van een voortdurende serie van interacties met zijn omgeving. De menselijke en de niet-menselijke kant. En we weten dat interveneren in die interactie de gezondheid en de weerbaarheid beïnvloedt. Dus daarin zijn we het helaas, volgens mij, helemaal eens. Ja, wel helaas. Ja. We zijn daar ook blij om. Ja. Ja. En een andere mensen wat ik nog niet aangehaald is, wij zijn heel suggestibel. Voor klachten, laat ons dat ook niet vergeten. De mens is een dier dat heel sterk openstaat voor suggestie, mm-hmm. van ziek zijn. Ja. Wat ik zeg dikwijls ook bij de minister, geef mij 15 minuten tijd en 8 op de 10 mensen maak ik psychisch ziek. Dat is veel makkelijker dan iemand behandelen. Dat is wat wij ook doen. Dus het creëren van een ziekte, het bestempelen van een ziekte, is echt een kolf in ons hand. En in een marktwerkingssysteem waar ook geld een rol speelt, wordt dat natuurlijk handig misbruikt. Maar ja. Inderdaad, maar ik ga even terug naar het NRC editorial, het redactionele stuk. We moeten heel erg oppassen met, je komt niet zomaar in de GGZ. Je gaat echt niet zomaar naar de GGZ toe. Je gaat niet zomaar een antidepressief gebruiken, zomaar psychotherapie zoeken. Ik denk dat we toch moeten oppassen met de publieke suggestie van dat er mensen maar patiënt willen zijn om de mode. Dat geloof ik niet, want mensen hebben een hoop te doen in het dagelijks leven. En ik denk niet dat je vrijwillig kiest vaak om patiënt te zijn. Er zijn ook een hoop mensen die weten niet hoe ze door hun dag heen moeten komen. Hè? Natuurlijk, ja. Gewoon omdat ze niet zoveel te doen hebben. Ja. Die zijn er ook echt veel. Ja, dus een hoop dus te doen. Ik bedoel, ja, arm zijn en geen werk hebben. We zitten in een samenleving waar steeds meer aan de onderkant een soort slavenbanen bestaan waar je... Van de ene dag op de andere hoort of je deze week 4 uur mag werken of 8 uur, ja. Of ontslagen bent. We creëren een klasse van mensen inderdaad die heel weten dat een kwetsbaarheidsfactor is voor depressie, de onzekerheid. Zeer hard werkende ZZP'ers, mensen met korte contracten, ja. Absoluut. Maar of dat, PostNL-contracten. Dat, ja. En dat wordt steeds groter, dat contingent van vrijwillige slavernij. En maar, dat is niet lekker toeven. Maar, het is natuurlijk, nee, geen zins, maar het is natuurlijk wel zo dat... als je bij een huisarts komt die maar een paar minuten heeft, hè, dan die kan je natuurlijk makkelijk doorverwijzen naar een pilletje. En daar kennen we allemaal de voorbeelden van. Hè? Ja. Ja. Dan neem je een ADHD-pilletje en dan zie je dat bij iemand die je kent. En dan, ja, de arts had maar een paar minuten daarvoor. Dus maar dat systeem de huisartsen die daar zitten, die weten hoe moeilijk het is. En die zijn echt veel voorzichtiger erin geworden. Die beseffen de complexiteit van dat soort dingen. Zeker. Maar dat mechanisme bestaat natuurlijk wel degelijk. Ja, dat medicaliseren van dingen die je misschien... Of en overigens is het zo dat je, als je geen ziekte vaststelt, bestraft wordt door het systeem. Om het zo maar eventjes te zeggen. Waarom? Omdat de ziektekostverzekeraar die hele perverse prikkel heeft geïntroduceerd, dat het eigenlijk gunstig is om ziektebeelden vast te stellen. Als je dat niet doet, of je zegt het is een aanpassingsstoornis, dan krijg je geen geld. Ja. Dan kan je personeel ontslagen omdat je geen inkomsten. Ja. Ja. Dus daar zit een hele perverse prikkel in, wat natuurlijk zelfbekrachtigend is en dat is heel jammer. En dat bevordert dus die creatie van die medicalisering. Ja. Nou, ja. En dan, maar dit heeft ook weer te maken met dat verschil tussen cliënt en patiënt. Hm? Dat hebben we nog niet uitgesproken. Inderdaad, het consumentisme van Herman Tjenk Willink, wat hij vaststelt, en de concurrentie en de markt en de intreding daarvan in de samenleving. Maar dat is wel wat anders, denk ik, dan het consumentisme zeggen dat cliënt genoemd worden of patiënt, dat belangrijk is. Ik denk, onderzoek laat zien dat een heleboel mensen het liefst patiënt worden genoemd. Dat is gewoon vastgesteld. En je gebruikt ook het woord cliënt als de persoon dat prettiger vindt. En ja, ik zoek er niet zoveel achter. Maar. Nou, ik wel hoor. Vanuit de cliëntenbeweging kies ik voor cliënt. Oké. Dank u wel. Maar we komen straks. Meneer, dank u wel. We komen straks aan de. Ja, nee, nog niet. Ja. Ja. maar de enorme toename van burn-out bij jongeren, bij jonge professionals. En schrijft u die dan echt toe aan, zeg maar, die verslechtering van de contract,
klanten in de maatschappij en de positie van hen? Of is dat, zit daar nog iets anders achter? Ja, ik ben dan heel flauw. Ik zeg van laat mij de cijfers zien van de enorme toename van burn-out en depressie en et cetera bij jongeren. Er zijn wat tendensen, wil ik wel toegeven. Maar ik geloof niet dat we in een epidemie zitten, one way or the other. 14% van de werknemers meldt jaarlijks in de statistieken dat ze last hebben van burn-out klachten. 14%. Ja, maar ik herinner me dat toen ik werd opgeleid in Engeland, dat ze een sondage deden onder de artsassistenten. En dat 50% eigenlijk op een soort borderline niveau aan het functioneren was. Dus bij artsen in opleiding is het helemaal idioot inderdaad. Absoluut. Idioot, ja. Absoluut. Ja. 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 Totaal. Het ergste van het ergste. Ja. Ja. Maar... dat is waar, dat weet iedereen. Ja, ik ben epidemieën en tendensen, daar ben ik heel... Maar ook al is het geen epidemie, de Universiteit van Amsterdam, hier niet veraf, die hebben, het wordt absurd. Die hebben een puppykamer ingericht, waar studenten puppies kunnen knuffelen als ze gestresseerd zijn voor een tentamen. Mm. Nou, dat is een feit. Mm. Dat is een ding waar de universiteit achter staat, waar ze geld in stoppen, wat mensen doen. Ja. Dat kan je niet ontkennen. Ja. Nee, oké, maar dan is... En zo zijn er honderden van deze gekke. Maar is dat er? Pff, dat is... Mama. Richt er honderden in met giraffen, maakt mij niet uit. Maar het is wel heel bizar. Het vind ik het teken aan de wand dat wij op een hele gekke manier omgaan met iets wat van nature gewoon angst moet inboezemen. Als je niet bang bent voor een tentamen, dan is er echt iets mis. Oké. Maar ja, aan de andere kant, wat kost dan zo'n knuffel? Ja, maar wat kost dat, vind ik toch spijtig dat ik moet zeggen als Vlaming, een redelijk Hollandse reactie. Wat maakt het uit wat het kost? Mm-hmm. Dit is dit punt. Het is gewoon een soort van principe kwestie. Wat is het punt dan wel? Nou ja, dat ik moet schaamtevol zeggen dat ik aan een universiteit werk waar de hele board gaat investeren in puppies. Op het moment dat je die dan 15 minuten mag knuffelen en dat dan de dierenbeweging erop reageert, want die puppies die worden dan ziek. En dan krijg je een hele kaskade van alle mensen die ongelukkig worden omdat puppies worden geknuffeld en daarvan niet goed enzovoort enzovoort. Het lijkt me toch een heel redelijk ongemakkelijke manier om dat aan het probleem iets te doen. Maar in ieder geval de voorstelling dat wij het allemaal zo goed hebben en dat het alsmaar beter wordt. Ik denk economisch gezien is het niet zo dat op papier hebben we het gemiddeld goed. Maar we weten allemaal heel goed dat er ook een soort tweespalt steeds meer ontstaat tussen de haves en de have-nots. En als we iets weten uit de epidemiologie, dan is daar waar de sociale afstand groeit in de samenleving, de gezondheid afneemt, lichamelijk en geestelijk. En wat wij heel duidelijk zien in Nederland is dat de sociaal-economische kloof groter wordt. En wij worden dus ongezonder. En ik denk dat we dat ook een beetje zien. Ja, maar sommigen worden gezonder. Dat is daarboven. En sommigen precies. Ja. Maar daar zien we dan epidemiologisch gesproken misschien echt wel een toename door. Nou ja, het interessante is dus dat de bovenlaag heeft ook last van het groter wordende contrast. Dus als je leeft als zeer bemiddeld persoon in een land waar meer sociaal-economische kloof is dan in eenzelfde bemiddeld persoon in een land waar minder kloof is, dan is jouw gezondheid als bemiddeld persoon slechter dan de bemiddelde persoon in het andere land. Dat is heel interessant. Zo kan wel vastgesteld. Gelooft u wel met deze macro-economische ontwikkeling gaat door de volgende jaren? Daar gaan we de volgende jaren zeker geen. Dus gelooft u dan dat verandering van het systeem dan toch de oplossing brengt? Want dit wordt erger natuurlijk. Ja, dit wordt erger. Dus ik denk dat onder andere dat we echt meer aandacht moeten hebben voor wat het is om op te groeien in zo'n samenleving waarin je weet dat er de kloof er is. Hè. Dan krijg je een soort Engels. In Engeland hebben ze de eetstoornis en de anorexia uitgevonden. Waarom? Omdat je daar al vanaf je derde zenuwachtig wordt gemaakt door je ouders die heel veel geld betalen voor jouw privéschool. En zeggen, als je het niet haalt, ben je verloren. Dan ga je niet naar Cambridge, dan heb je geen leven. En daar is dus anorexia letterlijk uitgevonden op basis van dit soort taferelen waarmee kinderen worden doodgegooid. En de kinderen die opgroeien in onze samenleving merken dat ook. Dus weer public health. Kinderen moeten weerbaar gemaakt worden voor deze samenleving op school. Of geen public health, maar zorgen dat die kloof minder groot wordt. Ja, ook helemaal eens. We stemmen op. Want waarom... Ja. Een stemadvies uit oogpunt van geestelijke gezondheidszorg. Ja, precies. Ja. Dat kan ook natuurlijk. Maar wat zou nou voor de... Dus ondanks het feit dat we geconstateerd hebben net dat deze kabinetsperiode de volgende 4 jaar er niet echt iets gaat... Wat zou nou
Die druk, hebben we aan het begin geconstateerd, is veel te hoog op de geestelijke gezondheidszorg, op de werknemers daarin, op de mensen die daarin werken. Wat zou nou het belangrijkste zijn volgens u beiden om daar aan te veranderen? Ja, nou, wat ik graag zou willen is dat de publieke GGZ die nu informeel groeit en waar nu meer dan 5 miljoen Nederlanders jaarlijks gebruik van maken, dat die wordt erkend. En dat we gewoon tegen elkaar meer gaan zeggen. Je kan daar terecht. Erkend in de overdrachtelijke zin, het woord, maar ook gewoon betaald. Ja, en gebruikt. Want ze is er al. Alleen niet iedereen weet het. Maar je kan er gewoon gebruik van maken. Je kan online spreken, je kan er van alles doen. A. En B, denk ik ook, dat wij het voorbeeld dat meer gemeentes de voorbeelden gaan volgen van Zwolle, Utrecht, Eindhoven, Amsterdam. Andere steden waar steeds meer vanuit de WMO een soort compensatie ontstaat voor dat gevecht rond GGZ-toegang. En ook denk ik dat huisartsen zich heel erg bewust zijn van hun rol en echt ongelooflijk veel werk uitvoeren om die mensen die zij niet kwijt kunnen toch op de een of andere manier staande te houden met de POH-GGZ en steeds meer... De POH. POH-GGZ, dat is degene die in de huisartsenpraktijk psychische problemen probeert te behandelen. Ja. En die allerlei netwerken gaan vormen in de wijk om zelf een eigen soort GGZ te entameren, hoe primitief ook, in de wijk. En ik heb voorbeelden gezien waarbij dat echt werkt. Echt fantastische dingen die dus informeel ontstaan als het ware. Damian er niet? Ja, waar ik mij het meeste zorgen om maak is dat die druk ervoor zorgt dat het personeel wegloopt. En dan krijg je een vicieuze cirkel waar we nu blijken in te zitten. Dus de druk wordt hoog, mensen kunnen hun job niet meer doen of doen het niet meer graag, ook door de enorme administratieve lasten, waardoor heel veel mensen uit de sector vertrekken of weigeren erin te stappen. De druk wordt nog hoger bij de mensen die overblijven en dan kom je in een heel gevaarlijke cyclus terecht. En daar begint Nederland in te komen. Je ziet dat heel veel mensen eruit stappen of iets anders doen of een lichtere job aannemen. En ja, dat is een heel, heel gevaarlijke ontwikkeling. Dus mijn eerste prioriteit zou zijn, zorg dat die professional, dat die terug plezier in dat werk heeft. Geef die de tijd, geef die de ruimte, zorg dat die de autonomie krijgt om iets te doen. Los van dat juk van die financiering van de DBC's en alle andere dingen die het moeilijk maken om iemand gewoon naar hartelust te behandelen of te begeleiden of herstel, wat dan ook. Dus dat is denk ik een heel belangrijke. En het tweede is een heel eenvoudige. Zorg dat kinderen op jonge leeftijd filosofie krijgen. En leer ze leven met dat tekort. Dat is inherent aan het mens zijn. En soms is het te groot. Dan moet je geholpen worden. Dus leer aan maar dat het leven en de mens niet perfect is. Ja. Door filosofen. Het is heel opvallend als je kijkt mensen die... En dat ontbreekt omdat de kerk dat vroeger... Heel veel mensen die heel creatief en productief zijn, zoeken dat tekort. En natuurlijk, ik ga niet. Het zou vreemd zijn om te zeggen dat elk tekort dat goedgekeurd moet worden. Er is inderdaad ziekte, er is onvermogen. En je kan aangetast worden in je persoon, in je wil, dan moet je geholpen worden. Maar de kijken naar de onmogelijkheid, naar ziekte, naar tekortkoming, naar lijden, die kunnen tot heel andere perspectieven leiden. En dat vind ik, dat moet eerst worden geëxploreerd. Als persoon, als jezelf. Dat kan je aanleren. Je kan kijken hoe je iets kan doen met je tekorten. Als dat allemaal niet helpt, dan moet er zeker een vangnet zijn voor mensen die zeer ernstig ziek zijn. Natuurlijk, dat staat buiten kijf. Maar die eerste stap, die hebben we blijkbaar overgeslagen. En heel snel zoeken wij ons soelaas bij een extern persoon. En dat vind ik ook een kwalijke ontwikkeling. Dus daarom zou ik zeggen, laat ons toch een stukje van die verantwoordelijkheid teruggeven. Maar wel mensen helpen om dat op te bouwen. Door bijvoorbeeld scholing, weet ik veel. Misschien is zo'n academie een goed idee. Maar ook waarom op een lagere school? We hebben een lichamelijke opvoeding, waarom geef ik een geestelijke opvoeding? Dat zijn heel eenvoudige maatregelen waar je misschien een stukje, een aantal mensen die te angstig of depressief zijn, wel kan bewegen in een richting waarom naar te kijken. En vroeger gaf de kerk die geestelijke opvoeding en gaf een functie aan het lijden, maar dat hebben we niet meer. En het moet dat was ook niet de oplossing, maar dat werkte wel. Mm-hmm. Dat voor 2000 gesproken jaar. Ja. Nou, Jezus is aan het kruis gestorven, al lijden. Wat Herman Tjenk Willink constateert, het is voor de verzuiling, waren dingen toch wel een stuk duidelijker in dat opzicht, omdat je altijd toch een verbonden was aan een groep.
En hoe ouderwets dat ook klinkt, dat functioneerde wel toen, ook in de politiek. Had ook nadelen, opgesloten. Ja. Maar, Maar dus mentale weerbaarheidsbevordering op jonge leeftijd, wat Damiaan filosofie noemt, dat lijkt me een hele goede... Ik verkies toch filosofie, dat mentale weerbaarheidsbevordering. Mentale weerbaarheid, iets anders dan fysieke weerbaarheid, dat heet karate. Maar de noodzaak voor een mentale weerbaarheid voor een filosofische scholing is er, maar wordt de geestelijke gezondheidszorg en de psychiatrie te veel aangesproken als degene die daar dan maar de oplossing voor moet bieden, voor het gebrek aan zingeving of vertrouwen in het menselijk tekort? Nou, daar moeten we wel voor oppassen. Ja, dus het hele begrip zingeving en die existentiële dimensie, dat is toch een beetje uit het... als je niet oppast, kan dat heel makkelijk uit het dagelijks leven gefactord worden. Zeker als de samenleving zich voorstelt als totaal maakbaar en meetbaar en controleerbaar en efficiënt als de markt. En zingeving is ook uit de academische psychiatrie en psychologie geperst. En nu begint men zich, en de geneeskunde, begint men zich nu weer rekenschap te geven van dat eigenlijk het hele leven gaat over zingeving. Dat een bestaan dat... leidt onder de eindigheid en de zinloosheid van het bestaan. Dat het ongeveer het ergste is wat je kunt hebben. Dus ik denk dat de somatische geneeskunde, grappig genoeg, in mijn ziekenhuis zijn de cardiologen meer bezig met zingeving dan de psychiaters. Waarom? Omdat zij dus heel veel met einde leven te maken krijgen. Mensen die naar einde leven gaan. En dan is het al te laat. En dan kan het te laat zijn, Om je kan beter met zingeving starten voor je sterft. Ja, precies. Nog iets waar we het over eens zijn. Dus hoewel dat eindje, dat maar laatste eindje. Hoewel dat laatste eindje natuurlijk ook wel heel belangrijk is. Hè, dat je daar nog iets. Ja, tuurlijk. Het is ook wel bij huisartsen ook wel vaak dat. U krijgt het woord niet, anderen in de zaal even wel. Ja, goed. Daar zijn we inderdaad nu aan toe, zo'n beetje. Dus meneer hier, er komt, ik heb hem hier ook, er zijn nog mensen met een microfoon. Zegt u het maar, ik hou hem voor u vast. Ja. Mijn naam is Aart Fokkema, ik vertegenwoordig een familieorganisatie die heet Ypsilon. Dat zijn naasten van familie met een ernstige psychiatrische aandoening, dus de zieken, de 3,5% zou ik willen zeggen, of de 6%. Wij zijn zeer somber en wat ik hier vanavond gehoord heb, ik word er eigenlijk nog somberder van. Ik was er al bang voor. Ja, omdat ik denk, onze samenleving is natuurlijk een beetje gericht op pap en nat houden. En ik zie de trend naar die 16%, zoals we daar hier ook over praten, die zal nog meer worden. En wat wij zien ook en waar we angst voor hebben en wat ik ook graag zou willen horen, dat de nieuwe wet die volgend jaar ingaat, die zal nog meer neerleggen bij de naasten, nog meer behandeling thuis, de crisis thuis. Dus ik denk, en de mensen willen inderdaad niet meer in de GGZ werken. En een ander probleem waar ik ook graag een antwoord op wil, is de kwaliteit van de medewerkers. Want er zijn goede mensen bij, maar er zijn ook heel veel mensen die hun taken niet meer aankunnen. En ik zou u willen zeggen dat zaken zoals One Flew Over the Cuckoo's Nest, die gebeuren op dit moment in Nederland. En die nieuwe wet, die nog meer naar die 16%, daar wil ik graag een antwoord op. En de kwaliteit van de zorg, wat u daaraan doet, want het gaat niet alleen om de rest, maar het gaat ook wat uw mensen doen. Even voor de duidelijkheid, er zitten hier niet twee ministers, er zitten hier twee psychiaters. Zij zijn verantwoordelijk voor... leiding geven is een probleem binnen de psychiatrie en in vele aspecten van de Nederlandse samenleving. In de psychiatrie en ook in de klinische GGZ wordt slecht leiding gegeven. Daar hebben wij heel veel voorbeelden van. We hebben 35 jaar geleden een zwart boek gemaakt en we gaan er weer in maken. Goed. Ja, dus kijk, waar te beginnen? Dit is echt iets wat we samen zullen moeten oplossen. Het woord kwaliteit in de gezondheidszorg heeft een soort betekenis gekregen waar we allemaal heel weinig mee kunnen. En jullie weten net zo goed als ik dat de kwaliteit tegenwoordig wordt gedefinieerd op de vragenlijsten die je invult en waar je uit een score krijgt voor de behandeling en vervolgens de score na de behandeling ook ingevuld wordt naar een centrale database waar mensen dan gaan zitten kijken wie de meeste symptoomreductie teweeg heeft gebracht. En waarin ook familievertegenwoordigers en patiëntenvertegenwoordigers betaald door VWS heel hard in meegaan om dit soort kwaliteit met z'n allen te gaan beleiden, terwijl we weten dat het niets voorstelt.
Dus ik zou willen zeggen, als wij iets willen doen, laten we dan samen die tegenmacht vormen waar Herman Tjenk Willink het over heeft. En de handen ineens slaan en niet alleen meevaren met de winden van de kwaliteitswaanzin waar we nu in zitten, maar echt met elkaar gaan zitten zeggen, wat is kwaliteit? En dan kom je al heel snel terecht op dingen als kleinschaligheid, menselijkheid, toegankelijkheid en samenwerking. En die staan nu nergens gedefinieerd in de definitiemacht van de overheid over wat kwaliteit is. En laten we daar samen beginnen mee voor te zorgen, zou ik zeggen. Dank. Hier is nog een andere vraag. Ja, ik ben er helemaal mee eens als ik iets mag zeggen. Maar ik wil ook even zeggen, ik heb het gevoel dat de kwaliteit afneemt. En dat komt omdat de zorg versnipperd is. Dat de langdurige vertrouwensrelatie die je soms vroeger wel makkelijker had, dat die verdwijnt. Omdat mensen heel snel van het een naar het ander worden. Dus misschien is het nog zo erg zelfs dat ondanks de verdubbing van het geld, de echte kwaliteit waar Jim het over heeft, die menselijkheid en die langdurigheid, dat vertrouwen, dat eigenlijk eerder is afgenomen. Ten voordele van de vele vragenlijsten die we oeverloos invullen om maar te bewijzen dat het kwalitatief goed is. Ik heb hier een andere vraag. Meneer, u heeft het woord niet. Ja. Hallo, mijn naam is Charlotte. Ik ben journalist en helaas ook patiënt. Ik heb twee vragen. Mijn eerste vraag die gaat over, ik ben ongeveer 15 keer opgenomen geweest. Maar ik sta nog steeds op de wachtlijst voor een intensieve behandeling. En wat me echt heel erg pijn doet zijn de woorden die meneer Denies gebruikt. Zoals exhibitionistische slachtoffercultuur. En ik begrijp dat niet geldt voor zeg maar ernstige gevallen. Maar waar ligt dan precies die grens? Zeg maar voor mezelf, ik heb heel veel moeite om zeg maar te zeggen dat ik ziek ben. En door dit frame te gebruiken, raakt hij ook mensen zoals mij. En dat is gewoon echt heel vervelend, omdat ik zelfs bij een echte crisis niet kan worden opgenomen. En daarom heb ik ook nog een tweede vraag, want de komende paar jaren gaat het gewoon niet veranderen. En de komende keer dat ik suïcidaal ben, kan ik weer niet opgenomen worden. Maar wat kunnen we de komende jaren doen voor ernstige patiënten? Wat kunnen we doen? Ja. Ja, dank u voor de vraag. Ik heb het uiteraard niet over mensen die ziek zijn. Het exhibitionisme slaat op de hele rare cultuur dat wij als samenleving geïnteresseerd zijn in programma's waar mensen met psychische klachten worden tentoongesteld. Daar heb ik het dan over. En absoluut niet over mensen die ziek zijn of lijden, zeker niet in jouw geval. Maar ik vind het heel vreemd dat zoveel programma's op televisie misbruik maken van patiënten die steeds maar naar Hawaii vliegen of eender welk ding om iets te doen met een gedragstherapeut. Dat we daar al met z'n allen lekker naar kijken, dat we daarvoor betalen. Dus dat vind ik dat is wat ik bedoel met het smarten exhibitionisme en het voyeurisme. Dus ik hoop niet dat dat... Nee, meneer. Het heeft niet te maken niet voortdurend. Ik wil even dat mevrouw een goed antwoord krijgt. En daarna kom ik hier bij u. Dus, en wat kunnen we doen aan die toch ernstige gevallen waar inderdaad in ons gesprek weinig perspectief voor is? Want dat is daar moet meer aandacht naar. Nee, maar dus ik denk waar ik optimistisch over ben en wat ik zie groeien, is het vermogen van mensen om community te vormen. Ik zie mensen die met elkaar in contact komen en blijven en elkaar helpen en steunen via recovery colleges. Ik zie mensen met elkaar in contact komen via de luisterlijn, via 113 online, via psychosenet. Via allerlei manieren om zelf community te vormen en niet af te wachten tot de GGZ opknapt, maar zelf al iets te doen. En dat kunnen we allemaal. En het mooie is dat het ook gebeurt. Maar er wordt weinig rugbaarheid aangegeven. Het is vaak nog zoeken over... Mijn stemmen zijn nu de baas. En ik ben bang en ik wil nu met iemand spreken. Veel mensen weten dan nog niet waar ze naartoe kunnen. Terwijl er al heel veel is. En dat is weer, denk ik, iets wat we wel snel kunnen aanpakken. Om daar die informele lijnen die dwars door heel Nederland lopen, waar mensen elkaar helpen, om die veel meer op te tuigen. Ja, en ik denk samen de politiek sensibiliseren om ervoor te zorgen dat er toch veel meer energie gaat naar mensen die echt op zoek zijn naar behandelingen en het nu niet krijgen. Want ik vind dat die urgentie toch nog altijd ontbreekt. U heeft ook al een tijdje een vraag. En ja, u. Mijn naam is Henk Matthijs. Ik ben voorzitter van een landelijke patiënten- en naastenvereniging Plus Minus, Leven met Bipolariteit. Ik ben zelf ook patiënt. Het thema van vanavond is de toekomst van de psychiatrie. Misschien had een betere titel geweest de toekomst van de psychiaters. Ik zal het iets toelichten en dan komt mijn vraag.
Niet te lang, hè? Nee, dat snap ik. Maar als je iets over de toekomst wil vertellen, moet je ook je eigen verleden en je heden kennen. Oei. En wat mij betreft heeft de psychiaters een niet geweldig track record vanuit het verleden. Aanschurken tegen de farmaceutische industrie, overbehandeling in Nederland met medicatie, en zo kan ik er nog wel een paar noemen. Dat heb ik gemist in het betoog, want Damian Denies heeft een aantal factoren aangehaald, maar dat mis ik dan dus. Dus ik zou de NVVP misschien eens oproepen om eens iets aan zelfreflectie te doen over hun eigen verleden. Kijkend naar de toekomst, en daar gaat mijn vraag over, zou ik het heel goed vinden als de beroepsgroep psychiaters, die heel gewaardeerd zijn, die ook een rol hebben, maar eens een stapje terug doen. Jullie zijn veel te dominant in het hele debat. Ik mis psychologen, ik mis verpleegkundigen, ik mis onderzoeken van die mensen. De ervaringsdeskundigen. Dus mijn vraag is, zou het niet goed zijn als jullie een stapje terug doen en niet de ziel blootleggen, alsjeblieft niet. Jullie zijn artsen, medisch opgeleid, richt je daarop. En daar heb je heel veel in toe te voegen. Maar niet al die andere dingen, en ook niet naar het Recovery College, alsjeblieft. Dat doen we zelf wel. Ja. Nou ja, ik denk, kijk, die vraag wordt niet alleen gesteld aan psychiaters, die vraag wordt eigenlijk gesteld aan de hele medische stand. Hè. Dus we zaten vroeg in het tijdperk duidelijk van de medische dominantie, en dat was gewoon de dokter wist het en de dokter had gelijk. En waar we nu in terechtkomen is dat we eigenlijk terechtkomen in het tijdperk van de dokter wordt de hele tijd gecontroleerd, want hij is niet te vertrouwen. Dus dat is het controletijdperk. En Damian en ik zitten hier nog wel, maar we worden wel gecontroleerd de hele tijd. Dus dat is ook al iets, maar waar het naartoe gaat, en dat noemen mensen de derde tijdperk van de geneeskunde, daar ben ik erg voor, dat is het tijdperk dat ervaringskennis van mensen die weten waar het over gaat, die de grenservaringen hebben gehad, waarvan wij denken dat we de antwoorden en de wetenschap weten, die inderdaad vrij lek is, hè, waar we heel bescheiden over moeten zijn, dat die elkaar gaan naderen. En dat wij gaan inzien dat veel van onze wetenschap, die is gebaseerd op het bestuderen van de effecten van behandelingen, dat we inzien dat dat eigenlijk gaat, die effecten, via betrokkenheid en vertrouwen en menselijkheid en je eigen kwetsbaarheid inzetten en als gelijken daarmee werken. En elkaar daarin helpen. En die bescheidenheid, die past ons. En ik denk dat wij die stap terug moeten doen en meer gaan samenwerken. En dat wordt denk ik ook van alle artsen in het algemeen gevraagd. Hè? Dat wij meer begeleiden en niet dominant zijn. En als ik iets mag gaan toevoegen, de psychiater heeft maar één doelstelling. Zichzelf overbodig maken. Ja, dat is het wel. Als ik mijn indruk van dit gesprek, maar ook van vele anderen is, dat de inbreng van beroepsgroep ten opzichte van de openbaar bestuur en de politiek juist de laatste 10, 15, 20 jaar veel te klein is. Absoluut. Zou ik zeggen. En dat geldt misschien ook wel voor andere groepen dan artsen en de medische. Maar het valt mij altijd op dat de doofheid van het openbaar bestuur voor mensen die weten waar het over gaat, deskundigen, groot is. Hier is een andere vraag. Ik ga even staan, dan kan ik jullie zien. Ik had eigenlijk een vraag over één ding waar jullie hetzelfde lijken te zeggen. Dat advies wil ik even checken. U zegt die 16,5% een beetje voor het debat, maar die is niet ziek. U zegt die 16,5% dat kunnen we beter oplossen met de Recovery College en websites. Dus klopt het dat het gezamenlijke advies van jullie is die 16,5% één op één behandelen, mee stoppen? Ja, ik denk dat we beide zeggen dat als er een spectrum is, dat je graag wil dat de meeste één op één zorg in de verzekerde zorg, gezien de beperkte capaciteit van 6% van de GGZ, dat die gaat naar de mensen met de meeste zorgbehoeften. Maar dat we ook de rest van het spectrum wel oplossingen bieden. Ja. Om te voorkomen dat die toegroeien naar een ernstige staat, waar die ook weer behandeld moet worden. Maar ik ben psycholoog in een instelling waar ik denk wel milde problematiek zie. Maar eigenlijk zou ik afgaan op jullie advies. Dan zeg ik tegen mensen van nou, ga naar Recovery College, je hebt Proud to be Me, je hebt al een website. En dan dat creëert heel veel ruimte voor die 3,5% waar ik dan in één keer zeeën van tijd voor zou kunnen hebben. Of in ieder geval meer tijd, laat ik het dan zo zeggen. Ja, kijk, wat wij zeggen is dat we weten uit de gezondheidszorg dat als je een heel breed toegankelijke publieke GGZ hebt die heel weinig kost, dat in ieder geval een groot deel van die zorgvragen daar terecht kunnen. En dan heb je nog steeds binnen die 6% zit natuurlijk ook mensen met ernstige OCD, mensen met ernstige PTSS, mensen met ernstige angstklachten die gewoon niet kunnen werken. En dan moet je behandelen, want dat is heel voordelig. Dus we zeggen niet,
Dat die 6% is alleen maar bij wijze van spreken de allerernstigste bipolaire gevoeligheid en psychose gevoeligheid. Maar ook het hele spectrum waar psychologen heel goed één op één kunnen behandelen. Maar minder zouden moeten doen? Maar nee, meer targeted zouden moeten doen. Want we hebben nu geen mechanisme om te maken dat de mensen met de meeste zorgbehoeften ook bij jou terechtkomen. Damian, dat niet. Nee, dan hebben we een volgende vraag. Ik denk dat er voldoende gezegd is over de. Hij staat niet aan. Oh, nu wel. Ja. Mijn naam is Manon Kleiweg. Ik ben oudere psychiater. En wat ik net hoorde was dat het aantal mensen dat in de GGZ wordt behandeld groeit. Hè. In 2006 was het 3,5%, nu 7%. Maar die cijfers van 2006 gaan om de mensen die door de specialist werden behandeld. En die cijfers van 2016 gaan over mensen die bij de huisarts in de basis GGZ worden behandeld, plus de mensen die bij de specialist worden behandeld. En als je dan kijkt van wie worden er nou bij de specialist behandeld, dat is eigenlijk maar 2,9% volgens de VECTIS-cijfers. Dus het aantal mensen is gedaald dat bij de specialist wordt behandeld. En je vraagt je dan af, ja, met zoveel psychiaters moet dat toch een eitje zijn, hè, om die mensen echt goede behandeling te bieden. Nou, vroeg ik me af, hoe kijken jullie tegen die cijfers aan? En mijn volgende deel van mijn vraag is van, ik heb jarenlang bij een grote GGZ-instelling gewerkt en er gebeurden de laatste jaren steeds meer dingen waarvan ik dacht, ja, dit is gewoon geen goede zorg. Goede teams werden opgeheven, patiënten die in 2 jaar tijd 4 keer van behandelaar wisselden en alles onder het motto, ja, er moet bezuinigd worden, we moeten zuiniger aandoen, want anders gaan we failliet. En nou staat er 20 miljard uit aan bankleningen in de zorg. Dat is 800 miljoen aan rente alleen al per jaar. Alle grote GGZ-instellingen hebben grote leningen. En die banken die hijgen in hun nek. En het kan die banken helemaal niet schelen of er goede zorg of niet geboden wordt. Ja. Die rente moeten ze zien en anders wordt de boel opgeheven. Dus ik vroeg me af, hoe kijken jullie daar tegenaan? Ja. Heel interessant, want we hebben het allemaal zien gebeuren. Hè? Dus wat er is gebeurd op een gegeven moment. Ik herinner me dat Leon Halder, de staatssecretaris, die kwam een keer ons toespreken. En die zei, dat was 2 of 3 jaar na de introductie van de marktwerking. Die zei, dames en heren, de zorg dreigt onbetaalbaar te worden. De GGZ, het explodeert. Er moet iets gebeuren. En wat de minister toen gedaan heeft, heel slim. Die heeft gewoon het risico doorgegeven aan de zorgverzekeraars. Wat hebben de zorgverzekeraars gedaan? Die hebben gewoon iedereen dondert niet hoe, kostenbeheersing kant opgedreven en hebben dat heel goed voor elkaar gekregen. Alleen ondertussen zie je dus dat door dat park van maatregelen wat zorgverzekeraars hebben doorgevoerd, de zorg voor mensen met wat we noemen ernstige psychische aandoeningen niet meer rendabel is. Een vakteam, als die goede zorg wil leveren, dan leiden ze verlies. Omdat men heeft bepaald dat dat product maar zoveel mag kosten. Dat is gewoon gebeurd. Dus we zitten allemaal met een systeem dat door de marktwerking onbetaalbaar dreigde te worden, waardoor er over de hele linie maar gekapt is, zonder oog voor kwaliteit, zonder oog voor de gevolgen. Ja. En dat moeten we nu zien te repareren. En eventjes wil ik er aan toevoegen. Psychiaters doen heel veel oneigenlijk werk en kunnen niet het werk doen dat ze zouden moeten doen. Als je naar de VECTIS-cijfers kijkt, dan zie je dat de diagnostiek in Nederland, dat die voor het grootste deel, met alle respect, wordt gedaan door de basispsycholoog. De psychiater, als het gaat om de diagnostische handeling, die komt pas op de 5e plek. Dat is de persoon die het meest zou moeten betrokken zijn, maar die krijgt niet de kans om dat te doen, omdat die eenmaal te duur is. Dus dat is ook interessant. Iemand die heel goed opgeleid is en heel duur is, wordt minder aan het werk gezet, omdat het uiteindelijk goedkoper is voor het systeem. Ook een antwoord gedeeltelijk op de vraag van die meneer daar, die in de psychiatrische zorg werkt. Een andere opmerking. En Ton van Heugt, klinisch psycholoog. Als het stelsel zo ondoelmatig is, zijn wij als beroepsvereniging er niet te veel aan het polderen. Dus dat we daar wat revolutionairder tegenaan zouden moeten gaan. Dat, mijn vraag aan jullie. Graag. Misschien een vraag aan de voorzitter ook. Eventjes ook nog deels reagerend op wat daarnet is gezegd. Ik zou heel graag hebben dat die psychiater iets meer impact had. Maar helaas is het zo dat klinische psychologen, alle psychologen, verpleegkundigen en psychiaters, de professional, dat is ook onze klacht geweest,
stelselmatig uit die grote beleidsbeslissingen zijn weggehaald. Hè. Dus het is niet zo dat wij bepalen hoe de GGZ zich ontwikkelt. Het zijn de grote systemen, het is VWS, ziektekostenverzekeraar, GGZ Nederland, ZNNZA. Dat zijn die organismen die bereiden die weg voor. En de professional heeft steeds minder en minder impact. Dus ik zou heel graag op zoek gaan naar mensen die in alliantie willen proberen die biohandelaar, wie het ook is, verpleegkundige, psycholoog, om die terug op de voorfront te plaatsen. Want er zijn te weinig mensen die echt met hun voet in de modder staan, die iets nu kunnen bepalen in het beleid. En dat vergt moed van de verenigingen, ook bij de psychologie. Dus NIP en NP3, die zijn net zo goed een schoothondje van het poldergezelschap als de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Je krijgt te horen, als je niet meedoet met de onderhandelingen, dan lig je eruit. Ja. En dan onderhandelen we gewoon niet met jullie. En het gaat om geld verdienen. Psychologen en psychiaters die samen 6 miljard opmaken en die willen dat niet zomaar weggeven. Dus als de minister zegt, ja, dan doe je niet meer mee en dan zoeken we het wel voor jullie uit. Dan worden mensen angstig. Dus wat Herman Tjenk Willink zegt, is vorm die tegenmacht. En ik denk ook dat patiëntenverenigingen zoals Mind, die ook betaald worden door VWS en diezelfde club, die moeten ook gaan nadenken en Ypsilon van waar staan wij eigenlijk? Want ook maar mee polderen met die club verandert helemaal niets. Maar ja, als er 6 miljard boven hangt, dan moet je ruggengraat wel echt vrij stevig zijn om daar weerstand aan te doen. Ja. U heeft een vraag, meneer. Ik hou hem voor u vast. Ja, maar ik wou even gaan staan. Dat doet u dat, ja. Mijn vraag is, ik heb 45 jaar in, of ruim 40 jaar in de GGZ gewandeld. Als psychotherapeut, als patiënt, ik noem mezelf cliënt, en als naast van een gezin vol stemmingsaandoeningen. En het probleem van die 3 tot 6%, dat is nooit anders geweest. Voetrenner kwam, dat liep er al op vast in dat voormalige ziekenhuis. Die groep is altijd verwaarloosd. Maar mijn vraag is, waarom gaat u niet gezamenlijk met Mind, want die laat zich ook inpakken in polderen, ook een black box heb ik gemerkt, waarom gaan we niet gezamenlijk zeggen, we gaan zo niet verder? Want jullie laten het ook gebeuren, afgelopen 10, 20 jaar. En ik heb me daar ontzettend kwaad over gemaakt. Al die beroepsorganisaties waren voor hun eigen hachie of voor hun eigen secte bezig. Daar is hij daar kwaad over. Dank u. Ja. Overigens ter verdediging van Damian, want dat kan hij moeilijk zelf doen. Ik vind dat hij een voorzitter geweest die toch wel heeft geprobeerd een beetje geluid te maken af en toe. Eigenlijk nu wel, ja. Maar ja, dus, dank je wel, Jim. Ja. Ik. Ja. Dank u wel, meneer. Maar ik denk, ik kan het niet met je oneens zijn. Ik denk dat de beroepsverenigingen, wie ze ook zijn, inderdaad misschien hebben zich laten doen. Er zijn veranderingen gekomen in dat stelsel, de marktwerking, maar ook de overheveling van de kinder- en jeugdpsychiatrie naar de gemeente, waar onvoldoende op gereageerd is door ons. Dus we hebben inderdaad een beetje laten hangen. Dat is denk ik onze tekortkoming geweest. Het is alleen als je er iets wil aan doen in deze fase ontzettend moeilijk om dat te veranderen, omdat het een enorm heterogeen veld is. En ik zeg niet dat we het niet moeten doen, maar als het zal lukken, dan kan het alleen als iedereen elkaar de hand geeft en schudt en zegt, wij gaan gezamenlijk optrekken en we nemen radicale maatregelen. Meneer. Ja, hij kan niet alles goed doen, hè, natuurlijk. Dus, U heeft het laatste woord. Dank u wel. Esther van Duin, hersenwetenschapper in de psychiatrie. Ik voel heel erg dat jullie nu misschien ook een kans hebben, beide als heren, professoren, met een hele zaal vol met mensen, om ons een advies te geven voor misschien wel medemenselijkheid. Wat kunnen wij zelf morgen in ons eigen leven doen om misschien die geestelijke gezondheidszorg in Nederland of de geestelijke gezondheid in onze eigen omgeving te helpen? En mensen zoals de dame die net het woord nam en heel, nou, ik vond moedig vertelde over haar eigen klachten, meer ruimte te geven om dat soort klachten te delen met elkaar. Liefde. Ja. Liefde. Eerste suggestie is liefde. Nou, ik vroeg een keer op een conferentie van wat denken jullie nou met z'n allen wat de meest effectieve interventie is? En toen stond er iemand op, het was in Ierland, en die zei, love, don't you know? En
Ik vind het interessant dat, daar hadden we het net ook over, dat jonge psychologen in de opleiding, ik word heel vrolijk als ik hoor hoe die denken over wat zij denken dat ondanks wat ze gaan ontmoeten in de GGZ, zij toch effecten willen bereiken. Samen met mensen die om hulp vragen, moeilijk de weg vinden soms. En dat die gewoon zeggen, ja, weet je, al die pracht en praal van de diagnoses en de evidence-based practice en cognitieve gedragstherapie is de enige evidence-based psychotherapie. Ik wil relationeel werken. En ik denk als we daarover eens zijn, want dat helpt jezelf ook. En als je dat uitstraalt naar de ander, ook al heb je weinig tijd, dan krijg je ook energie om het vol te houden in de benarde omstandigheden waar soms in gewerkt moet worden. Ja, ja, ik bedoel, ik denk, het is al gezegd, maar ik denk dat medemenselijkheid is de initiële voorwaarde. Als dat er niet is, kan je het nooit corrigeren met kwaliteitsschalen of dergelijke. Dus dat is dus gewoon het begin. Daar moet je mee starten en de rest komt er allemaal bovenop. Maar dus als die primaire voorwaarde niet vervuld is, kan je nooit verder. En die primaire voorwaarde, die zit in de mens die dat doet. En wij proberen dat zo te controleren, systemen in te bakken, dat we het oog verloren hebben voor dat integriteitsaspect, wat we eigenlijk zouden moeten koesteren en zouden moeten bevorderen bij mensen gewoon. Dat is het. En het kost eigenlijk weinig geld, het is alleen een attitudeverandering. Maar blijkbaar is dat toch heel moeilijk. U beiden zeer hartelijk dank voor komst, spreken met elkaar, spreken tegen elkaar, spreken en een klein beetje een zaklamp te richten op het enorme zwarte monster wat de geestelijke gezondheidszorg in Nederland kennelijk is. Want heel vrolijk, overigens, word je er niet van als je er naar staat te kijken, tenminste als gespreksleider. Het is niet mijn vak, het is niet mijn beroep, maar hier zijn we nog lang niet volgens mij out of the woods, om het in het Engels te zeggen. En des te beter, denk ik, dat u beide de bereidheid heeft om daarover te praten en te denken en de verantwoordelijkheid erover te nemen en te praten met de zaal. En de zaal, ontzettend veel dank voor komst en voor alle vragen en voor het geduld tot aan 10:00. Heel hartelijk dank. Misschien dat er in de bar nog nagesproken kan worden. Ongetwijfeld gaan we weer met twee professoren binnenkort praten over een ander gedeelte van de Nederlandse samenleving waar zij hun licht over kunnen laten schijnen. Heel hartelijk dank nogmaals allemaal en applaus voor jullie.